De eerste stap op de weg naar recovery is admitting you uh -huh. dat je een probleem hebt. Welkom bij de AA. Uh-oh, ik ben hier aan in voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Sending is dee! Niet de baas! Slimmen op de mil in de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom bij de AA. Onze gast vandaag is vlogger en radiopresentatrice bij Studio Brussel. Ze presenteerde radioprogramma's samen met Stijn, Vlamik, Sam de Bruin, Thomas de Soete en later haar eigen programma's Linde Late Night, Café de Linde en uiteraard de primetime ochtendradioshow Linde staat op. In januari dit jaar maakte ze echter bekend dat ze zich vooral ging toeleggen op vloggen. Ze heeft een wekelijkse vlog Linde vlogt en hashtag Linde is het label voor een tweewekelijkse video die ze op YouTube, op haar YouTube-kanaal zet. En uh, thema's die aan bod komen zijn dingen die haar vooral heel hard intrigeren. En wij zijn vooral heel hard geïntrigeerd door Linde Merkpoel. Welkom. Hallo. Dag Linde. Hey. Ik zit, jij zit eens bij mij, in plaats van ik ben bij jou. Ja, u. Dat het, is, is... het is al jaren omgekeerd geweest, hè. Ja. Ja, ik heb heel lang altijd, of we zijn toch al heel vaak mekaar tegengekomen op Studio Brussel. We hebben zelfs eens in bed gelegen met mekaar. Ja? Ja, ja het, waar het, voor wat was dat? Dat was voor de Lokerse feesten. En jij was ah, er toen met in bed en dat was een slaapmutje met of zoiets, ja, geloof ik, zo heette ja, ja. dat. En dan uh, mocht ik op het einde kiezen of dat melk of whisky was. En je hebt voor melk gekozen, zeker? Whisky, <laughs> whisky, ja. Nee, omdat ik er eerder van in slaap zou vallen. Ik heb dat nu toevallig vandaag nog eens bekeken, dat filmpje. Ik herinner me dat het toen bakkend heet was. En dat jij zo begon met: we moeten lepeltje, lepeltje gaan liggen. Dat weet ik nog. En dat ik uitlegde waarom ik lepeltje, lepeltje moeilijk vond. Omdat ik niet wist wat ik met mijn andere naam moest doen. Maar dat, ik herinner mij ook nog dat jij dan zo heel dicht tegen mij aan kwam liggen. Omdat jij zoiets had van: ja pak mij nou gewoon eens vast. En ik had de hele tijd zoiets: één, hoe hard moet ik u vastpakken? En twee, het is k-warm. Zo. Dus um, ja, jij hebt uh, een tijdje geleden aangekondigd, eh, eigenlijk begin dit jaar, dat je je ging toeleggen op vloggen. En je hebt zo'n filmpje gemaakt waarin je dat zei, dat je dat ging doen. En ik uh, is mij vooral in een zin heel hard opgevallen dat je zei, ja, ik dacht altijd dat radio alles voor mij was. Ja. Waarom dacht je dat? Of wat is... Ja, omdat, omdat, uh, omdat dat het belangrijkste leeg, waar mm -hmm. Studio Brussel mee bezig was ook, denk ik. Omdat ik dat ook altijd al had gedaan. Um, maar tegelijkertijd, eigenlijk ben ik al sinds het begin, sinds, sinds helemaal het begin dat ik voor Studio Brussel werk, sinds dat ik met Thomas nog de ochtend deed, hebben wij ook altijd filmpjes gemaakt. Um, ik vond dat super plezant. Dat begon zo met kleine sketchjes enzovoort. Um, en dan wat, wat langere filmpjes en dan soms een keer iets serieus, maar eigenlijk meestal om te lachen. Maar ik vond dat wel heel tof. Um, en op een bepaald moment had ik door van. Goh, ik vind dat eigenlijk nog toffer dan de radio. Ik doe radio ook super graag. Mm -hmm. Maar ik merk. Um... Want je komt nu eigenlijk ook van de radio. Ja, hè? Ja, in de zomervakantie. Ik heb gevraagd dat ik in de zomervakantie nog eens uh, de radio mocht doen. Gewoon mm -hmm. omdat ik dat tof vind om dat af en toe nog wel eens te doen. Um, om dan nog eens te voelen hoe, de, hoe dat, dat is. Um, maar ik merk wel dat er bij mij meer creativiteit zit in dat video ding mm -hmm. dat ik dat leuker vind, ook um, omdat ik op het einde van het radiogegeven ik heb twee jaar de ochtend gedaan en dat was super plezant. Alleen botst je zo wel ergens op het ding en daarom vind ik dit ook zo plezant waar, dat ik nu bij jullie mag zitten mm -hmm. en luisteren. Ik luister heel veel naar podcast en ik vind dat tof. Dat dat eindeloos mag duren. Ik heb uh, naar, uh, naar, naar die met Erik van Looy geluisterd. Uh -huh. Ik vond dat bangelijk, omdat ik dacht: ah, dat is daar gebeurd. Uh -huh. En nu heeft hij eindelijk meer dan drie minuten gekregen ergens in een of andere show of in een of andere uh, talkshow op televisie. En nu kan hij dat eindelijk eens vertellen in al zijn nuances. Je hoorde duidelijk. Dat dat heel veel mij had gedaan. Mm. Ik kan daar uh, grappig over vertellen, wel met de nodige zelfrelativering, maar je voelt ook wel dat als een mens de tijd krijgt om een verhaal goed te vertellen, ik vind dat super kostbaar. Mm. En ik botste op de radio alsmaar meer op die grenzen. Um, ik voelde mij gelimiteerd en dat is ook letterlijk uh, wat ik tegen mijn baas had gezegd. Um, ik had net met hem afgesproken dat ik nog twee jaar de ochtend ging doen. En een paar maanden later zat ik op zijn bureau en zei ik van... Ja, ik ben zo aan het nadenken. Uh, wel. En uh, ik denk dat hij dan superhard geschrokken was. Mm. Um, maar dan vind ik het wel heel cool dat hij uh, zei van... Oké, okay, we gaan erover nadenken. En dan in één keer paste dat precies wel in het plaatje. En dan ja, was er de hervorming van Studio Brussel enzovoort. En dat was eigenlijk perfect. En ik, ben, ik beklaag mij nog altijd geen seconde um, dat ik die beslissing heb gemaakt. Want ik merk wel dat heel veel mensen zo meewarig uh, zijn: uh, En ça va? Ja, ik denk, ik denk dat ook heel veel mensen het gevoel hebben dat je, um, zonder dat ze dat weten, omdat eh, het, het heel duidelijk is. Ook al wat je nu vertelt, dat je die keuze zelf hebt yeah. gemaakt. Maar ik denk dat veel mensen vermoeden dat je die keuze niet zelf hebt gemaakt. Yeah. Hè? Dat je zo hetgeen krijgt wat je vaker krijgt bij, bij radio. En wat Aiko bijvoorbeeld, toen ze ICO zat, zei: van. Op een bepaald moment voelde ik, ik dat ik niet meer de voeling had met die zender, omdat ik er wat te oud voor aan het worden was. Wat je tegenwoordig al redelijk snel zei. En dat, dat misschien dat, dat mensen het gevoel hadden dat het dat was: dat er zo iemand anders. Aan de, aan de ochtend moet zitten en dat jij dan eigenlijk daar plaats voor moest ruimen. Ja, maar Zo, dat was het dus was niet. was het dus totaal niet. Nee, nee het, was, uh, okay, het was een... Oké, helpen we dat even deze, de wereld uit, hè? Deze, mensen jongens. die dat, dat denken of zeggen. Stop met die meewarige blikken, ik ben echt perfect gelukkig met wat ik aan het doen ben. Nee, ik vind het eigenlijk heel tof. Uh -huh. um, met de video's die ik nu maak, kom ik om de zoveel weken, zit ik in een totaal andere wereld en uh, leer ik heel veel bij... Um, het heeft ook heel veel meer te maken met zo ja echt een verhaal vertellen en dat vind ik wel ja. echt heel tof. Ik, mijn bedoeling was, zo zijn we er toch aan begonnen. Ik en mijn collega Arnaud, dus, dus, want ik mag dat niet, ik kan dat nooit alleen maken zoiets, maar we zijn wel begonnen met het idee van. Uh, we willen video's maken die er iets te doen. Want je hebt mm -hmm. heel veel vloggers. Hè? Ik word dan plots een vlogger genoemd, maar je hebt uh, het spectrum van vloggers is zeer breed. Mm -hmm. um, je hebt daar uh, Henk Rijkaart die daar zijn ding op voortreffelijke wijze in doet. Maar je hebt ook beauty vloggers, enzovoort. Mm -hmm. ja, daar, heb ik, daar heb ik hoop ik uh, zeer weinig mee te maken. Mm -hmm. ik, ik, uh, ik heb altijd gezegd van ik wil ik wil graag, want in het begin. Oh, ik ben dingen door elkaar aan het vertellen. Dat sorry, niet even... hè. Doe maar, doe, maar, doe maar. We hebben tijd, hè. Je vertelt wat dat je wilt. Vlo Toen dat, <laughs> mijn, mijn collega's hebben mij eigenlijk moeten overtuigen van... Je moet een keer proberen vloggen. En ik zei... Nee, 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 nee. Dat ga ik niet doen. Ik zei... Sorry, ik vind dat onnozel. En super ijdel. Omdat die vloggers, die lopen dan met zo'n camera rond. Dan vaak met dat klepje naar omhoog. En die zitten dan constant naar hun eigen te kijken. En die vertellen alleen maar dingen over zichzelf. Ik zei... ja Waar, waar, daar heeft niemand iets aan. Ik heb, allee, ik heb, ik heb niks, niks echt te vertellen of zo over mezelf. Mm -hmm. Maar toen dat bleek, dat je dat ook een toen. En ondertussen het verhaal, eigenlijk, ik denk dat, dat ik vaker met een camera omdraai en iemand anders film dan dat ik mezelf film. Soms moet ik noodgedwongen mijn eigen filmen. Mm -hmm. Om iets te vertellen, uiteraard. Maar ik vind dat wel. Dat is voor mij wel de voorwaarde dat ik eigenlijk een beetje de. Uh, de drager van het verhaal ben. Maar er moet wel een verhaal zijn. Als er geen verhaal is, dan stop ik wel. Dan ja, ik in de strikte niet zin van het woord, zouden we bijna nou kunnen zeggen, hè, want uiteindelijk, eh, vloggen is inderdaad, zoals gezegd, een heel breed begrip. Maar als je ziet hoe jij het doet, zou je al bijna kunnen zeggen dat jij voor online professionele filmpjes maakt. Jij maakt eigenlijk bijna reportages of dingen die dat ook er enorm goed uitzien, enorm goed klinken, enorm goed gemaakt zijn, met middelen die dat de gemiddelde vlogger ook niet heeft, denk ik. Het ziet er niet zo DIY uit. Hè? Nee, ik waardoor, waardoor dat je natuurlijk dat wel zou kunnen krijgen van mensen die zichzelf vlogger noemen, van oh god, daar zijn ze na. Nou, de, de media gaat het ook eens doen. Ja, maar dat vind ik fout, want ik heb u dat ook al horen zeggen hier. Mm -hmm. um, dat vind ik fout. Ik vind niet... Ik maak al, al filmpjes sinds helemaal het begin dat ik op de VRT uh, werk, en dat is ondertussen al twaalf jaar geleden. Ik denk dat wij, ik en Thomas, met zo die, ik denk dat jij ook, ik heb er ook jij een hebt een ook er een paar meegedaan. Ik heb er een aantal meegedaan, een brandblusapparaat en en zo. we hebben nog een brandbluster leeggespoten samen. Ja, 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 dat was helemaal in het begin. Dan word jij echt nog, ja, dan word jij nog echt de sidekick en jong, en dat ja. weet ik nog, maar dan word jij erbij. En uh, jong. Ja, ja nog <laughs> ja, altijd. ga ze nog altijd jong. Och, maar ik word weet weet ik ik 35, eigenlijk. ik het dat jonge, put. Toch, Laten we zijn. Toch, seriously, <laughs> dat is bij mij al 11 jaar geleden. Kom aan, daar gaan we niet over babbelen. Ga <laughs> ze <zijn> nog jong. <laughs> nee, nee, maar inderdaad, ik, ik, als je mij dat hoort zeggen, dan mocht u er druk in. Wel. Dan heb je wel Goh, zoiets ik van mag deze me, Ik, ik... maak me dat niet druk in, maar dan denk ik wel van: ja, ik heb dat gewoon altijd al gedaan, omdat ik dat kei plezant vind. En mm -hmm. ja, toevallig word ik daar ook voor betaald. En dan vind ik ook wel dat dat er goed moet uitzien. En dan als ik dan kan kiezen tussen mottige klank, omdat dat tof is dat dat wat DIY eruit ziet. Ja, dan heb ik liever dat iedereen verstaat wat ik zeg of wat dat we vertellen. Want ja, dat is wel mijn beroep ook. Hè. Mm -hmm. Dan vind ik dat wel het minste dat dat, 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 dat dat degelijk is. En als we tijd hebben om dat te ondertitelen, dan vind ik dat er ondertitels moeten onderstaan ook. Mm. Um, want ja, dat is wel wat ik, dat, is, hey, dat is niet mijn hobby, hè? Ik ben, mm -hmm. ik ben daar fulltime mee bezig. Uh, samen met Arnoud. Um, Even tussen haakjes. Is Arnoud de wizard die het allemaal monteert? Um, ja, maar hij is zoveel meer dan dat. Arnoud is mijn beste vriend. Dus eigenlijk die gast die er ook al bij was toen we de brandbuster hebben leeggespoten. Ja, ja. okay. Dus de eerste gast. Ik ben samen met hem begonnen op Studio Brussel. Dat is een eerste gast die tegen mij zei. Uh, en die had toen een toestel in zijn hand en zei: zeg, mocht we nu een keer een filmpje opnemen? Dat was de eerste. En zo, zo is dat begonnen eigenlijk, al spelenderwijs. Mm -hmm. um, ja, we hebben altijd samengewerkt. Dat is mijn beste vriend. En ja, wij, wij werken super graag samen. We zitten ook zonder dat wij veel woorden nodig hebben. Je hebt zo van die mensen. Hè? Bij mm -hmm. jullie is dat ook een beetje. Mm -hmm. Ik hoor jullie samen graag bezig, mm -hmm. omdat jullie. Uh, Andries en jij, jullie vullen elkaar heel schoon aan. En ik vind dat schoon hoe dat Andries vaak u zo nog um, dat, dat dingske aangeeft wat jij nog nodig had om iets bepaald te vertellen of zo het, het gesprek naar, een, naar, een, naar weer een ander onderwerp of een ander niveau te tillen. Mm -hmm. Jullie kennen elkaar duidelijk heel goed. Ja, of hij het in ieder geval door dat ik aan doorbomen ben over iets. Waar denkt, ja, ja, dat is goed geweest. Na, na gaan we... Hey, en dat is heel cool. dat pak me al... gewoon dat compliment dat is, dat is, dat is aan. Dat, dat is ook iets dat jij doet. Hey? Je, je, je kan heel goed zien van. Ja, ja, goed. Je, je loopt in het gevaar van in herhaling te vallen. Dus ik geef nu net dat één klein dingetje waardoor we ergens ja. anders naartoe gaan. En ik dat heb is... een beetje het gevoel bij jullie, en ik zeg dat ook altijd over Arnoud. Eigenlijk weet Arnoud altijd nog veel rapper en veel beter dan ik wat dat kik goed kan, en wat dat, wat dat goed gaat passen bij mij. Ja, ja, ik denk dat dat een beetje de... de ja, je zit een de, beetje hetzelfde niet, Ja, eigenlijk, ja. De, ja. Want de, jij waar de, degene die zei, je moet een podcast maken. Ja, dus dat is? het de, beste wat je ooit is overkomen. Ja. I know. Allee, maar een comedy was ook niet slecht. Ah ja, juist, dat <laughs> heb ik ook nog gedaan. <laughs> daar, heb anders, daar heb ik anders ook wel een paar dingen uitgehaald. Maar deze is inderdaad wel... Uh, de, ik, ben, ik, ik, uh, ik ben hier ook heel dankbaar voor, tegelijkertijd. Het om, is ook omdat zalig, dat, uh, omdat ja. je... Mij, ik, en ik hou van uw comedy. Ik heb uw comedy al, al vaak gezien, live en op DVD. Mm -hmm. um, en, in, en in mijn studio ook, waar dat dan een soort van mini-comedy-show op zijn eigen wordt. dan, Maar ik vind dat tof om u hier ook uh, de rustige versie van uzelf te horen zijn. Met dan mm -hmm. af en toe. Uh, dan nog een keer chargeren en dan weer een stukje in het Engels en dan weer uw stem die, die zeven octaven zakt. Dat vind ik ook zalig, maar ik vind dat leuk om zo. Ik vind dat wel zot dat je dat zegt, want misschien geldt dat ook een beetje voor u. Mm. Mm. Heel hard zelfs. Omdat, ja. Ik bedoel, dat is jij bent een, een heel grote radiofiguur. En dat weet je zelf goed genoeg. Ik zit met zo iemand elke dag samen. Hoge bomen vangen veel wind. Dat komt erbij. Ik ook, denk ook altijd dat dat een teken is dat je goed bezig bent als de helft van iedereen je goed vindt en de helft van iedereen je slecht vindt. Mensen die gematigd en gemiddeld zijn, daar hoort niemand iets van. Dus zeker niet aantrekken. Maar ik weet ook al dat ik die, 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 die vlog zag, waar ik dat ook wel zo van... Wauw, hier zit niet... want ik. ik je zei, op een bepaald moment komt op een leeftijd en we kennen je allemaal. Iedereen groeit op in studio Brussel en dan worden we dertig. En dan zeker onze generatie, dus die eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, die begonnen dan allemaal te zagen. He, dat kende ja, ja. ah, dus, je. En zappen, het naar is, Radio 1. Ja. En, ja, ik... en dan zitten daar, ja, ja, ja. met al die kleinkundestallen. Voilà. Ja, maar dan... Ja. Je, Jezus Christus. Dus, ik, dus dat gaat ook... Je, je hoort op een duur ook al wat ouder en je weet ook, het hebt niet per se gelijk. Dat is evolutie, er is niks mis mee. Maar ik had ook wel zoiets, toen ik die vlog zag, en zeker dat eerste, die eerste vlog toen met een, met een dakloze, ja, ik, ik heb het echt even moeilijk gehad. Dat was ja. fantastisch. En, ja, en ja. ik, en ik blad ja. nooit. Allee, mm -hmm. niet om graaf te doen, maar ik, ik blijd altijd met elke film. Met alles. Ik nooit. Met en ik zat er echt zo... Ik denk godverdomme, <laughs> ik nam een linde blog hier rond... Uh, en dat was... Ja, ik vond dat ook ineens klopte dat ook wel van... Wauw, je ziet een kant van iemand en dat maakt alles zoveel rijker. Ja, ik moet zeggen... Dus voor mij is dat soms een beetje vechten tegen als ik kijk naar zo de comments uh, die mensen jarenlang onder wat ik gemaakt heb zetten oh, mijn vrienden lachen mij daar altijd mee uit, als er weer een keer mensen zotte doos oh, zotte doos um, oh, die linde daar is toch echt een hoek, een hoek af zotte madame oh, en dan denk ik, ja ja, ik merk dat ook als mensen mij dan tegenkomen in Techt. ja ik spring niet altijd van alle naar alle hoeken van de kamer. Ik ben soms ook niet keer gewoon op mijn gemak. Um, en ik had ook heel hard het gevoel, na alle filmpjes die ik al had gemaakt, van, het mag ook al een keer ergens over gaan. En um, die eerste video, uh, voor de mensen die hem niet hebben gezien, uh, ik, ik ging dus met Arnoud video's maken. Dat was het plan. En we hadden oh. eigenlijk een heel ander plan voor de eerste video. En dus hij is echt zo ontstaan als dat je hem ziet. Ik reed de eerste dag dat wij samen dan video's gingen maken, de maandag, voor het eerst naar de VRT en het was licht. Het was februari. En wij hadden afgesproken, denk ik, rond een uur of acht of negen. De, de zon was al redelijk op. En ik kom de VRT quasi opgereden. Ik kijk recht van mij en ik zie in een, een schmoezelig boska, ongeveer aan de VRT, zie ik plots een. Een soort van barakjes staan. En ik ben op dat moment aan het bellen met Arnoud, want dat doen wij keihard vaak voordat we elkaar zien, bellen wij. En nadat we elkaar hebben gezien, bellen wij. En uh, ik zeg: oh, Arnoud, ik zeg, hier staat hier iets in die Bos aan de VRT. Wat is dat? Heb je dat ook gezien? En Arnoud zegt: Wel, dat is mij ook al opgevallen. Ik zeg: Maar is dat, woont daar iemand? Heb je daar al iets zien bewegen? En ik kom toe op de VRT. En ik zeg tegen Arnoud: Dus die video. Um, we zullen dan eens beginnen. En Arnoud zegt: Wacht. En dat bedoel ik. Mm -hmm. zo, ik heb het wel gezien. Maar Arnoud zegt mij: hey, je ja. hebt dat gezien. En zo iemand. Heb ik ik wel nodig? En op dat vlak kent hij mij eigenlijk nog beter dan ik. En dankzij Arnoud durf ik ook meer dan dat ik alleen zou durven. Want zonder Arnoud zou er niet gebeurd zijn wat er dan is gebeurd. We zijn die een bos ingegaan. Dat was uh, heel... Ik vond dat wel eng, hè? Mm -hmm. um, Vooral ook omdat we niet... Ja, we wisten echt niet wat we gingen vinden. Voor hetzelfde geld zit daar... Uh, weet ik veel, een, een drugsverslaafde zot in psychose mm -hmm. die uh, ons ziet afkomen met een camera die we natuurlijk heel goed hadden verstopt zo in onze zak we hadden in het begin ook zelfs niet gefilmd alleen de klank liep nog uh, omdat we zowel wat zenuwachtig waren en dan ja, hebben we um, ja, die man leren kennen um, welke naam hebben we hem weer gegeven in de video? Goh, want my, dat, was niet... het... ja, ja, ja. Ja, dat was niet Jacob hebben we hem genoemd, dat was niet zijn een echte naam ja. um, ja, en dan stuit je op een, uh, een intens, triest verhaal van. Het was iemand. een Poolse man, hè? Ja, een Poolse, een Poolse man, man die eigenlijk een soort behuisje had gemaakt, een soort barakske waar ja. hij niet woonde. En wat ik ook heel. Dat, dat was allemaal heel. Ja, inderdaad, wat Andries zegt, heel aangrijpend voor zo kort. Hè? Want je ziet er nog te kijken, dat duurt niet super lang, dat filmpje. Dat duurt dat 10 minuten of, ja, of zoiets minuten. ongeveer. En je zit er naar te kijken. En dat vind ik ook wel knap. want tegelijkertijd, ik ben ook misschien een beetje van de nak op de tak aan het gaan. Maar jij wordt er juist aan het vertellen over het lange format en het feit dat je iemand tijd geeft om veel mm -hmm. te vertellen. Maar wat ook wel een kunst is, en wat jij wel doet, vind ik ook in je, in je, in je vlogs, is jij kunt een heel mooi lang verhaal vertellen op een hele korte tijd. Ja, mijn dat is, video dat is, is dan dat natuurlijk is... ook wel iets makkelijker dan, dan mijn radio. Mm -hmm. um... Ik vind dat ook tof om, om dat op een creatieve manier te doen. Hè? Want in die video bijvoorbeeld zitten me heel veel stukken die we niet hebben. we hebben uit respect voor die man, wij konden die niet in beeld brengen. Voordat je verder gaat, mm -hmm. die man bijvoorbeeld, um, is dat. Je hebt dat moment gedaan, die filmpjes online gezien. Je zit daar nu nog. Hij is daar nog. Ja. Ja, dus we zijn er, we zijn dus, er een paar weken geleden we nog geweest. Dus je hebt ook niet de. de want dat is eigenlijk. Bijna, uh, dat, dat wou ik ook eigenlijk gewoon weten. En ik denk dat nog mensen dat willen weten. Je hebt soms zo. Ik ga een heel raar vergelijking maken. Maar je hebt zo. National Geographic. Als je daar ziet. En je ziet bijvoorbeeld een, een cheetah. Een gazelle opeten. Dan is het altijd zoiets. Jongen, red die je dan of zo. Is ook daggegeven. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen. Niet dat ik dat daarmee vergelijk. Van ja. Met, en daarmee bedoel ik goed. Maar met jullie. Misschien ons allemaal, hebt connecties. Hè? Ik bedoel, je zin niet in wie je zou kunnen bellen naar, naar iemand waaruit je zijn leven op zijn minst even beter zou kunnen worden. Het ding is: we hebben, hebben hem gevraagd, wij hebben, hij heeft ons telefoonnummer. We hebben, ja. wij mm -hmm. hebben hem gezegd: van, we zitten vlakbij, als er iets is wat wij voor u kunnen doen, laat ons iets weten. En we hebben hem ook gevraagd: van, kunnen, kunnen wij iets voor u doen? Maar uit alles bleek dat uh, Samu Sociaal, dat uh, dokters van de wereld. Hij had er allemaal papieren van liggen, hij heeft daar duidelijk ook contact mee. Hij gaat naar de dokter. Eigenlijk die mens, dat gaat raar klinken, maar die heeft het geregeld. Die, de, de, die heeft zijn leven, hoe, hoe gek dat hij zijn leven er ook uitziet en hoe zot. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Ik kan me dat niet voorstellen. Het was heel zot om te zien als je de beelden zag. Maar dat, die vraagt ja. niks, hè? Die ja. vraagt niks aan ons. Maar die is ook, die, die is een. Barak, hoe dat je het ook beziet, is ingericht. He, die neemt een keuken, die neemt zelfs die keuken gezellig gemokt. Die neemt daar dingen gezet die, die niet louter overlevingsfunctie hebben, maar ook een soort: gezellig. ik maak er een huisje ja. van. Dus hoe, hoe, wat is die eens een situatie? Is dat gewoon iemand die dakloos geworden is, door, dat het daarmee hem over Het is een statuut eigenlijk. Hij is eigenlijk volgens mij nog altijd uh, Pool. Hij is, is geen Belg. Hij is Pool die hier is komen werken, zoals er nee. zoveel zijn. En hij heeft problemen gekregen aan zijn rug. Um, en kon dus niet werken. Dan is hij bij een dobbeland. En dan gaat, gaat er in één keer keihard veel fout. En het ding is ook: die, die probeert dat uit te leggen. Die heeft keihard veel papieren. En je zit daarop te kijken. Ja, dat... Da, ik snap dat niet. Ik, mm -hmm. ik weet dat niet wat dat daar is gebeurd, maar er is wel iets gruwelijk fout gegaan. En dan zeg ik tegen hem: Van ja, zouden niet. hebben nog nooit teruggedacht om, om zo terug te gaan naar Polen? Weet ik veel. Is daar geen familie die voor u kan zorgen? En dan zegt hij: Nee, nee, zot. In Polen is niks. Daar is mm -hmm. echt niks. Hier lukt mij dit nog. Maar in Polen, ik, dat, dat gaat niet. Mm. Dat is ja. wel een zotte situatie als iemand dat zegt, terwijl hij in een barak ja. woont in een bosje bij de VRT. Ja. Wat ik het meest en, en dat, ik, want uh, dat doet mij plezier, is raar gezegd, maar dat, ik vind dat schoon dat dat jullie uh, net zo heeft geraakt als dat dat mij heeft geraakt. Wat ik zo ontroerend vond, uh, was dus die mens, we leren die je kennen, die is duidelijk. Super blij. Dat was eigenlijk het grootste cadeau dat wij hem hebben gegeven: was dat wij daar op bezoek zijn geweest. Mm -hmm. En dat wij uh, de maanden daarna ook nog een paar keer zijn terug geweest. Mm -hmm. uh, en we hebben hem dan zo'n zo werptent gegeven. En dat was prima, want zijn keukentent was net versleten en daar droopte in het door. En daar was hem kijk content mee. Maar... Je dus ook eten gaan brengen. Ja, zo, ja, we hebben ook... Hebben zo van alles... Bij... Waar hij niet om vroeg, hè. Maar nee, 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 nee. je hebt toch wel het gevoel van, ja, maar wij moeten hier toch iets doen. Hmm. Dus die mens heeft... Uh, die maakt van niets op een manier, maakt die iets, hè. Met een bloemetje in een vaas en uh, een beeldje dat hem dan ergens heeft gevonden bij het groot vuil. Dat ze... Ja, je moet... Als je hem nog niet hebt gezien, als er één video is die je moet zien, die ik al gemaakt heb, dan moet je naar die kijken. En zo een legplankje, het geen grappig is, dan zie je zo, ja, in de verte zie je dan het einde van de n 40 en dan zijn keuken. En een, dat, dat vond ik ook super vertederend, zo dat, uh, dat reksje, mm. waar dat een afwas in staat ja. uit te druppen. En dan ja. denk ik, fuck, dat heb ik, ik zelfs niet. Mm. En dat, dat staat hier en dat is zoiets... Uh, Liefdevol en zorgzaam en dat ontroert mij ongelooflijk. En dan nog het meest van al is um, dat ik dan uh, vroeg van hem, van, aan hem van ja, uh, uh, zie hier dieren? En dan uh, vertelde hij van uh, ja, tot, tot voor kort, dat zit ook in dat filmpje, tot voor mm -hmm. kort uh, had ik een vos, uh, zei en die, die kwam en dan, uh, en dan kefte die uh, en die dat dan ook zo na. zo Mm -hmm. stond hij, die, omdat die, die vos wist natuurlijk ook dat de bitches, mm -hmm. dat hij die daar kreeg. Um, en dan kreeg, hem, kreeg, kreeg uh, Jacob de tranen in zijn ogen. En hij zei van, ja, um, ik, heb hem, ik heb hem onlangs dan gevonden. He, die vos was aangereden aan de E40. En dan zei hij, kom, kom, kom mee, ik wil, ik wil u iets laten zien. Oh, mannetjes. En dan brengt hij ons... Brengt hij ons naar zo'n heuveltje, nog altijd in dat bosje langs de E40, naar zo'n heuveltje. En dan heeft die kei schoon een graf gemaakt voor die vos. Dat was zo allemaal met mos dat hij had verzameld. Is dat toegedekt, hij heeft daar een kruisje voor gemaakt, daar liggen dan zo van die steentjes. Dat is zo verzorgd. En dan denk ik, dat moet hij je niet doen. Hè. Dat moet hij je niet doen, maar die doet dat wel. Mm. Oh, en dat brak mijn hart. En dan heb ik kijk, daar een pak staan janken in die een bos. En dan uh, zie de Arnoud zo wat twijfelen. Die is dan zo aan het filmen van op afstand. En dan draai ik me om en dus zeg ik: Als hier een stuk van in de vlog komt, I kill you. Hè. Maar, ja, want dat wilde dan ook niet. Je wilt niet zo. Ja, je wilt, je wilt niet het gevoel hebben dat je zo geforceerd een emo-tv aan het maken bent. Nee, zijn. ik wil ook maar, niet zo tearjerken, maar ik denk dat het wel heel duidelijk was aan die video. Dat wat, uh, wat ik er ook heel straf om vond, maar dat is iets anders, dat is dat we leven in een van de dichtbevolkte landen ter wereld. Dat, dat, je, dat je daar kon leven. En wat, what are the odds dat de, ah, iemand die je vindt? En dan nog iemand die je ziet, die dan in de positie zit dat hij door een documentaire over maakt. Dat zijn euro-millions-ons. En dat dat hetzelfde gaat, dat je er niet voorbij komt, dan weet niemand ooit over. Ja, want niemand wist het ook, dat is ook het grappige. Ja, tegelijkertijd wisten heel veel mensen, dat vond ik het chockerende. Ja, Oké, heb reacties gehad. Iedereen op de VRT die daartoe komt, die zegt: Ah ja, ik heb daar wel. In de winter, je ziet lossen door die een bos. Je kunt dat keigoed zien dat hij je mm -hmm. daar logeert. Ah, ja, ja, ja. Dat is super. Wat, dat, wat ik daar frappant aan vind, is dat wij blijkbaar de eerste waren die daar, die daar gestopt stelde. zijn. En ja. die daar gevraagd hebben van is alles oké? Okay? Terwijl dat kei veel mensen op de N40 daal hadden gezien, blijkbaar de politie. Um, komt daar wel af en toe langs. En die vragen dan uh, van uh, ah, Le Polonais, ça va. Mm -hmm. Dus dat is zo'n soort van still agreement van wij weten dat jij hier zit, wij weten dat jij weet dat wij enfin, ik ben even zwart dat ze weten van elkaar wij weten dat jij hier zit en het is oké okay. eigenlijk mocht jij hier niet zitten maar we komen toch wel even checken of dat, of dat goed gaat hier mm -hmm. um, maar ja, zot ja. En dat is dan maar één, maar één verhaal. Maar dat was wel een binnenkomer. Ja. Allee, dat moet ik wel zeggen. Want dat is, als je zegt dat Linde doet niet mee vlog. En <laughs> je gaat dat dan bekijken. dan denk je wel: holy crap, deze is wel ineens ja, een heel hoog niveau om mee te beginnen. Uiteindelijk. Sowieso, omdat je, omdat je een heel. Ja, bijzonder verhaal hebt, Waar je wel een oog voor moet hebben ook. En dat ja, we is iets dat ik wel merk bij u, Want dat is iets dat mij vooral heel hard opviel. aan, aan de filmpjes die ik al gezien heb van u. Is dat je dat heel goede ideeën hebt. Dat heel, hè, want dat is ook hoe je het eigenlijk een klein beetje omschreef. in uw filmpje van ik ga nu vloggen. ik ga weg bij de radio. Dat is zo. Wat je alleen maar moet hebben. is een camera. En goede ideeën. En er, zijn er massa's goeie verhalen. En dan denk ik, ja, maar er zijn niet zoveel mensen die dat, dat zo goed zien. Die er een oog voor hebben om te zien: van hier zit het verhaal, of hier wil ik iets over doen. Ja, op een manier trainen dat ook wel als je alleen maar met dat soort dingen bezig bent. Ik, ik ben hier nu uh, bij jullie en ik kijk rond mij en ik zal super eerlijk zijn. Ik um, zo, jullie praten heel veel over zo. Um, Kijk, zie, ik zie ik weet zelfs niet, niet hoe dat je dat noemt maar zo puberale uh... literatuur ja dat soort dingen. ik was onlangs ik ging met mijn uh, met mijn lief zo een de uh, cards against humanity ja, ja dat ken ik dat is een superleuk spel dat ooit oh gespeeld dat is supergraaf. Ja, 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 ja dat is een gouden tip da, ja. daar een da, dat dood. is dat smartphone Nee nee nee, 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 dat is een kaartspel. Hè? Het is, ja, ligt maar uit, hè? want het is echt heel, heel funny wel. Het is een ja. kaartspel waarbij dat je, uh, het, is, het is in het Engels, waarbij dat je eigenlijk aanzetten krijgt op het ene kaartje. En je moet de zin afmaken met andere kaartjes die je in je handen hebt, die eigenlijk een pointe hebben. Ja. Je hebt zo'n aanzet en de pointe is eigenlijk een van de kortjes die je hebt. En de winnaar is degene die dat de meest, ja, de meest, het het meest foute eigenlijk. antwoord voor iedereen het hardst om ja. moet lachen eigenlijk. Ja. Dat, dat is het of? Wat? Dit? Ja, ja. Ah, ja. ja. Dus je dat is moet een heel, het spelen om simple. het te geloven. Je ja, moet ja. het spelen om het te geloven. Want als, je, als ik als je het nu uitlegt, dan denk je, uh, ja, maar je moet het spelen. En dan ga je in je broek pissen van het lachen en dan ga je het snappen. Ja, zo, ik zal maar zeggen dat er zo'n vraag is dat zegt, uh, what causes uh, the hole in the ozone layer? En dat jij dan bijvoorbeeld zegt. De Belgians of zo. Hè? Dat je gewoon de, zo. Je hebt een, kaart gaat een met kaartje met tien dingen op. Hè? Jij kunt zoiets hebben als. Uh, ik zal nou maar zeggen: tien uh, dingen. Transgenders, dead babies. Uh, zo echt fout, fout, fout. The farts maar, of my grandmother. Ja, zo, yeah. dat soort dingen. Maar dat jij. De, 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 hè? Soms kunnen een vraag hebben waar jij het perfecte antwoord op hebt. Waar dat gaat die licht gaat iedereen eraan. Omdat hij zo goed. Dat het lijkt alsof het ervoor gedaan is. Hè. Maar dat is, ik heb dat eens een paar keer in de Joker gespeeld ook. Want we hebben zo. Een gastje daarboven woont, de Yannick. En dat is een mega boardgame freak. En die heeft zo een aantal keer in de Joker ook zo. Yannick's Boardgame Nights gedaan. En een van die dingen was Cards Against Humanity. En dat is ook een spel waar je niet kwaad kunt worden, overwinnen of verleren, want dat gaat Zelfschaan gewoon... Zelfs niet. Ja, ik, ik, ik had het dan soms moeilijk als iemand een grappiger antwoord had dan mij, want dat is aan mijn competitieve kant dat dat dan weer niet aankomt. Maar aan de andere kant, soms is dat antwoord ook zo grappig, ja, je moet er ook allemaal mee lachen, hè. Dat is ook het coole eraan. Wat was de aanleiding van Cards Against en wel, Dat we zo'n uitbreiding gingen kopen. Want je hebt de, de, de basisbox, maar dan heb je bijvoorbeeld ook uh, uh, de foute American politics uitbreiding. Met allemaal supergrappige <laughs> dingen over Donald Trump. Uh, en, en over muren tussen hen en, en, uh, en Mexico en zo. Uh, dan, en we hadden toen uh, de menstruation uh, uitbreiding gekocht. Het ging dat ook echt in een paksgemaand verband zitten, zitten die kaartjes. Super grappig Zot. maar dan kom je in een winkel hier niet zo ver um, vandaan dat je zo een obscure winkel met allemaal van dat soort card games, waar dat die, zo een outpost is dat dat? een outpost. Ja, Ik dus was hier er nog er... nooit geweest. Daar heeft de, ja, de zogezegde Yannick, waar ik het over had, die boven de Jokerbond, hij heeft daar jarenlang gewerkt. Vandaar dat dat zo'n board game freak is dat je er zoveel over weet. Ja, ah, wel, maar dat is zo. Een beetje zo het, het Comic-Con-publiek dat daar dan zit. En ik dat, dat is ik kom... nog nerdier dan het Comic-Con-publiek. Sorry, Amai. dat is nog een streep aardiger. Ja, Mensen die het, kaartjes, spelletjes doen. Dat is zelfs onder de nerds, zijn dat de nerds. Ik vond dat wel... Kijk, en dan ja. kom ik daar binnen, hè, met mijn lief, onschuldig. Um, en ik kom daar binnen en ik kijk rond en... Niemand kijkt op, ten eerste. Want iedereen. Er zijn zo, staan zo'n paar zo ongezellige tafels. met dan zo uh, vier gasten, mijn heuptasje. die dan zo echt als bezeten. naar hun kaartjes aan het kijken zijn. En dan, daar staan heel veel constructies tussen. En, en daar ruikt er zo wat. naar dat dat is totaal niet gezellig. Mm. En die zitten daar op een zaterdagmiddag. hun tijd door te brengen. Door te brengen. En ik denk: wauw, hier weet ik nu eens niks van. En dat boeit mij. Dan denk ik van, wat zijn die aan het doen? En, en wat, wat gebeurt er hier? Mm. Ik wil dat dan weten. En dan stuur ik naar Arnoud. Wij komen eigenlijk uit, elk weekend komen wij met... Zeven dingen die we hebben gezien, van en zeg, dat en dat en dat. En mm. ik hoorde dan een verhaal over een zot, een bioboer. Ook die, een bioboer, vind ik dan minstens even interessant als dat met die kaartjes. Het gaat dan gewoon over ja, wie dat de beste argumenten heeft om welk verhaal op welk moment uh, te brengen. We hebben bijvoorbeeld dan ook uh, een video gemaakt over het Fort van Braindonk. Mm. En die heeft, ja, heeft toen gewonnen ja. omdat er heel veel artikels in de krant stonden over uh, ja, antisemitisme, dat weer echt. Uh, geweldig aan het opvlakken was toen in Frankrijk, uh, maar ja. eigenlijk ook bij ons. Uh, en dat we vonden: van, oké, okay, het wordt wel echt uh, tijd uh, dat we daar een keer iets rond doen. Um, ja, omdat we dat belangrijk vinden. Dat, dat, mensen dat, was, er... dat was eigenlijk naar aanleiding van Anne Limmes die u daar al heel lang naartoe wou pakken. Ja, hè? ja. Dat of... was, uh, die, stond, die stond al heel lang op ons bord. Uh, Anne. Die aan onze kop aan het zagen was dat we toch ooit wel een keer eens naar een, een concentratiekamp uh, moesten gaan. Um, en, en ja. Want dat is ook iets dat veel mensen niet weten. Hè? Veel mensen kennen het Fort van Breendonk, dat is zo'n soort half begrip. Hè? Dat iedereen, wel, iedereen heeft er al wel van gehoord. Maar er zijn weinig mensen die weten wat dat, dat eigenlijk is. Ja, veel mensen zijn daar wel naar op schoolreis geweest. Maar ja. ik denk dat ik die een dag ziek was of zo. Ja, ik ben er nooit naartoe geweest. Dus. Maar um, je moet er echt naartoe gaan. Mm -hmm. Dus uh, zo in, wij, hadden, wij hadden ook tegen Anne gezegd: van kijk, we hebben tijd. Um, als je wilt, uh, kunnen wij met u naar Auschwitz gaan ook. Um, en zij zei zelf van, als ik kan kiezen, dan zou ik graag naar Breendonk gaan, want dat is dichter. Mm, en, dat is hier. Uh, ja. 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 ze zei, uh, als je de grens oversteekt, dan zet je de grens over, dan is het niet meer van ons. Maar dit is echt van ons. En um, wat, wat ik misschien nog het, het meest uh, onthouden heb aan, aan die verhalen uit dat fort van Breendonk, was dat was echt van ons. Ik had mm -hmm. uiteraard heel veel uh, SS'ers en Duitsers die daar uh, de plak zwierden, mm -hmm. maar we zijn er toch redelijk vlot in meegegaan. Oké. Okay. Um, en dat is... Want dat was langs... eigenlijk een soort uh, ik zou hem nou maar zeggen, wachtzaal om gedeporteerd te ja. worden. Hè? Dat ja. is wat dat eigenlijk was. Hè? Zo noemden ze het ook, hè? de wachtzaal van de hel of ja. zoiets, het voorportaal van de hel. Ja. Um, ja. En mensen zijn van daaruit zo afgevoerd naar Dachau en Auschwitz en, ja. En, ja. dat je gewoon een beetje geluk had, raar woord, dat dat, uh, ja, dat is een minder spectaculaire beeld. Dat, dat, dat is een beetje abstracter. Mm -hmm. Want dat is heel lang, toen wij opgroeiden, dat was, geen vreselijk, dat was een vreselijk plek, maar dat is niet dat dat in ons, in ons erfgoed zit. Ja, dat zit ziet van, niet gelijk Auschwitz nee, gebrand in, dat in dat ons. Is, nee, of dat zit ook ja. nooit in films. Er was, daar was ja. geen, geen verbrandingsoven, ja. nee. of weet mm -hmm. ik veel, er waren geen gaskamers. Ja. Mensen stierven daar namelijk van de honger. En van de ontbering. Maar dat moet je ai, dat mm -hmm. moet je, je voorstellen. Daar zijn, daar zijn denk ik meer mensen gestorven van honger en ontbering dan dat ze geëxecuteerd zijn of opgehangen. Dat is crazy, hè. Mm -hmm. um, maar ook wel redelijk wat, hè. Want je ziet er nog stroppen hangen, je ziet er nog zo die paaltjes staan waar ze mensen ja. tegen fusieerden. Ja. Is dat zo? Als je, je zo'n onderwerp doet... Um, hey, het is natuurlijk... We kunnen het achteraf zeggen, hij was heel geslaagd. Maar... Laat we even ervoor gaan, je gaat dat doen. Ik bedoel, er zijn mensen zoals. Uh, ja, Er zijn wel een aantal he, zijn professoren die. Van hey, Zodra er het, 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 uh, het, het Jodom, de Holocaust. als je daar iets mee gaat doen, filmen, dan, dan gaan er zo wat dingen branden. Je moet dat met heel veel respect behandelen. Je komt eruit mee. Je zou kunnen zeggen, als je, als je een wereldvreemde professor bent, zou zeggen: Allee, vloggen in je zin een vlogvideo. Je ziet dus iemand een doos open doen en benauwde oppervlakkigheid en dan ineens gewoon iemand zo'n thema vloggen had een, had een, had een beetje een verantwoordelijk gevoel als zoiets van, we moeten dit wel juist doen. Um, ik vond voor Ja, uiteraard ja, sowieso, moeten we dat juist ja, ja, doen. Maar, maar ik, je... ik, ik vind wel um, de, de video's die ik maak, daar kijken vooral uh, jonge mensen naar. Mm -hmm. uh, veel meisjes ook. Um, ook, veel, ook veel jongens, maar Opvallend veel jonge mensen. Um, ik zeg vaak, um, ik zeg vaak <laughs> um, dat ik meer aangesproken word, eigenlijk op mijn video's, dan op de dingen die ik heb gedaan voor de radio. Um, en dan vooral door jonge mensen. En dat vind ik een geweldig uh, compliment. Ik vind dat ook een zalige doelgroep. Mm. Um, en dat wetende. Dat er zoveel jonge mensen zijn. waarom? Ik... Omdat die nog openstaan voor veel dingen, omdat je een gevoel hebt dat je daar ja, nee, iets aan nee, omdat dat kunt... YouTube is omdat dat YouTube is... Omdat dat daar leeft. Mijn, mijn daar... ouders, die mm -hmm. weten wel wat dat YouTube is, omdat die daar via via... Maar die weten ook niet dat die daarop kunnen abonneren, of weet ik veel, of wat een kanaal is. Die, die zijn mee tot Facebook, tot daar. Mm. Maar zo, jongeren, die doen niets anders dan naar YouTube kijken, en zo belanden die... Mijn dochter ook. En voilà. Ja, absoluut, ja. En, en uw dochter eigenlijk ja. ook... Zijn dochter is vier, en die van mij is elf, maar... Dat hebben die wel gemeen, die kunnen ja. met twee met een iPad even zitten. En, een zetten, hè? en ja. dan vond ik, ik wel, daar, want Arnoud, en ik denk zo achteraf, als je kijkt naar reacties, was die van het Fort van Bredonk voor mij en Arnoud de bijzonderste, omdat we van heel veel, specifiek heel veel jonge mensen, comments kregen van, amai, ik ben daar ook op schoolreis geweest, dat was niet normaal, of amai, uh, ik herken zo hard je gevoel, ik was daar ook, en zo goed dat je dit gemaakt hebt, en dan denk ik van, oké, okay, Goed, goed, dat is keihou. Wat ik ook een goede comment vond, want dat begon. En ik dacht. Ach, ik begon al met mijn ogen te rollen. En zo, ja, wel een beetje een ongepast onderwerp voor een vlog. Hè. Zo mm -hmm. begon het. Dus ik denk, koud god, gaan ze daar naar weer over zou. Maar dan zei hij wel, maar wel heel knap gemaakt. Hè, zo, dat hem eigenlijk wat, toen hem aan het kijken was, waarschijnlijk aan het typen was en van gedacht veranderde, <laughs> terwijl dat hem bleef kijken of zo. En wat ik, wat ik heel knap vond dat jullie daar deden, was één, je gaf mij goesting om er naartoe te gaan. En twee, wat, je vooral, wat jullie vooral deden, was niet alleen beelden laten zien, maar was vooral zeggen wat je voelt op het moment dat je daar staat. En wat je merkt op aan zo'n plek. Hè? Ik weet, is jij ooit in Auschwitz geweest? Of in... Nee, ik heb dingen gedaan. Ik heb jij, er wel daghouden. en Ik heb nooit een concentratiekamp gedaan, maar ik kan dat wel vergelijken met... Ik was. Uh, op um, de site van 9-11. Toen die ja. gaten in de grond zaten en toen uh, nog niet zo lang geleden was. En je voelt al zo'n plek dat daar iets vreselijks gebeurd is. Hè? Ja. Voor een of andere reden. En dan denk ik altijd: is het omdat je het weet? Of is het omdat je het voelt? Ja, daar is het. En dat, dat zegt Anne ook heel goed. Als je daar binnen gaat, en dat was een warme dag dat we daar waren, die. Kilten en zo die vochtige kou die daar op u valt. Ook zo in veel van die cellen waar dat je echt nog zo uh, ziet wat mensen daar in de muur hebben gekerfd. Ze werken ook um, in dat museum, hetgeen het nu is natuurlijk. Met heel veel uh, persoonlijke verhalen uh, van, van mensen die dat overleefd hebben. Of dagboekfragmenten van mensen die daar zaten toen. En dat is, ja, dat is. Je, je, je gaat daardoor, hè? door die beleving. Oh, dat. Ja. Daar was ik toch ook wel even uh, niet goed van. En dan kom je buiten en dan, uh, dat weet ik nog keigoed, zo op de balie ligt er dan zo um, een, een kortingsbon van de, van de brasserie slash pannenkoekenhoeve die daar dan zo 100 meter <laughs> verder is. En dan denk ik, ja, maar dat kan ik nu niet. Al oh, lang ik leven ik eventjes, de commerce, dat is nu fantastisch. Nu moet ik bekomen. Ja. Um, en is het even bekomen. En was het ook als je erbuiten ging dat je het letterlijk warmer voelde worden? Ja, 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 ja. Ja, dat is een ijskelder. Hè? Dat is vreselijk. Ja. Dat is echt ellendig. Wat een ellendige plek. Wat ik vooral ook heel, uh, een heel vies beeld vond, was die folterkamer. Mm. Zo met die geul in de grond, dat je weet dat je makkelijk is voor bloed af te voeren. En zo'n haak die je aan een plafond hangt, waar dat je weet, ja, daar hing je iemand dan op. Ja, en ook, en dat zei ik ook een paar keer in die video, dat bleef zo in mijn kop hameren. Ja, maar dit is echt hè? Mm -hmm. Dit is niet, ze hebben, ze hebben die een haak. Dat is niet een andere haak dan toen. Hè. Dat is dezelfde haak. Mm -hmm. en, dat, en ja, zo die Britsen die daar staan, zo die, die, die bedden waar dan mannen met drie onder en boven elkaar sliepen, met alle ziektes en diarree en weet ik veel, mm -hmm. dat zijn nog diezelfde bedden. En dan, dan als je dat blijft herhalen dan komt het wel heel dicht, hè. Oh. En ook, dat was, ik denk dat dat er ook eerder gezien staat, of denk ik denk in de beschrijving dat je gemaakt hebt, het is een afrit A12. Dat, dat, dat vond, ja, maar dat vond ik, om dat beschrijven, ik heel tof. we moeten dat ook doen. Ik geef ik er ook superveel belang aan, want dat is zo, dat is, dat is, dat is, dat is niet, ja, daar, daar zegt eigenlijk, of dat probeerde het omschrijven, wat het is, maar ik vond dat een heel sterk, een sterk woordgebruik, omdat dat het triviale en... Benal het, we vergeten het, want de na 12 is niet de leukste, dat is niet de route... Dat is de road to hell. Oh, ja. Dat is dat, ja. dat, dat liedje van Chris Ria over gehad dat, dat, dat is de ja. boomse steenweg. En dan, mag ik, dat is iets wat je voorbij passeert. Ja. Het is ook weer een klein beetje hetzelfde als, als met, met Jacob de Dakloze. Mm -hmm. Een beetje de ge, gejaagdheid van het leven dat we allemaal hebben. En de nafrit, daar zitten mooie dingen, lelijke dingen, emotionele dingen. Maar vooral toen... Nu is dat een A12, toen was dat ook al een drukke baan. Hè? Toen dat dat daar up and running was, in de Tweede Wereldoorlog, zijn daar ook talloze Vlamingen, elke dag gepasseerd, uh, goed wetende of niet willen wetende, wat er daar gebeurt, zijn die daar rustig voorbij gereden. Mm. Ik denk dat ze het natuurlijk bewaren er niet. Ze zullen me... Het is geen eeuwige excuus om te zeggen dat je het niet kon weten, mm. want die hebben ook die... Er waren ook veel mensen die, want er waren ook heel veel mensen geëxcuteerd, denk... de rebellen, de partisanen, mm -hmm. die kwamen er ook terecht in. Hè? Het was ook een gevangenis. Hè? Was ja, geen... ja. Maar ja... De vraag is ook, stel dat je er waart. En dat vind ik ook een moeilijke en ook een heel uh, belangrijke gedachte. Stel nu, hè, wij waren daar um, in het fort van Brendonk en je wordt daar uh, ingekwartierd in een kamer. Wat dat ze deden was, uh, ze pikten er één of twee uit die dan de klikspanen van de kamer werden. Mm -hmm. En dan is dat super gemakkelijk om nu te zeggen: Oh, vuile, vuile ja, sloebers. Ja, ja. Maar je weet niet wat daar gebeurt. Allee, je moet kiezen. Kies mm -hmm. dan voor je eigen leven, voor je eigen gezin, die misschien nog mm -hmm. uh, buiten. Wat, wat doe je dan? Hè? Ja, wat in de, de oorlog worden in Duitsland maar... een van de naties geweest of niet? Mm -hmm. En hoe ver waren daarin altijd. Dat is allemaal heel gemakkelijk ik, om te ik, zeggen. Of zelfs nog niet zo vreselijk, maar gewoon al het idee dat je zegt. Fort van Breendonk, dat is daar, je weet wat daar gebeurt, je weet wat daar te doen, en wat doe je aan. Ja. Doe je daar iets aan? Of zeg je, Goh, ja, dat, dat ligt niet in mijn handen. Nee, maar dat, of dat, ik dat, riskeer of het mij niet ja, ja, inderdaad. Ik wil, ik dat, wil, dat is nog altijd, ja. he, Bijvoorbeeld Midden-Oosten, ik heb wat collega's in de engineeringwereld, waarin dat ze, als ze naar saudi arabië he, waar enorm veel van de olie zitten, en, en, en plants en zo, daar heb ik ook verhalen gehoord, dat daar, he, dus als ze daar komen als expats, ik kan nu iets zeggen, ik weet niet dat exact is, maar op acht Saoedi's dat je tegenkomt, ik denk dat dat zo wat de ratio is, is één klikker. Dus, uh, dus daarom, hè, want dat is ook... Dat de regime, daar gaan we het nou niet per se over hebben, maar dat stond onder druk natuurlijk, omdat dat voor ons heel uh, extreem is. Maar dat is voor die mensen ook niet altijd geweldig. Niet iedereen is daar pro, maar die hebben... Dat is een soort ja, typisch een dictatuurding. Als één van de acht... En dat is, je komt veel keren acht mensen tegen. Hè? Je, gewoon door je bureau, je collega zit in een backstage nee. van één of wat. Eén van de acht klikt. Ja, dan zaakt niet te hard op het regime. Hè? Nee. Nee, dat is een onderstuk ja, ja, zo, 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 zo werkte de Sovjet-Unie ook. Zo werkte de... Hoe heet dat? De angst, cultuur, hè? Alles. Altijd dat je je eigen buurman niet vertrouwt. Dat is waar het uiteindelijk op neerkomt. Hè. Maar dat is ook het barricade. Wie wil er staan? Want er zijn twee mensen die... Dat... Ja, je staat sowieso al in, op een barricade doordat je... Ja, gewoon een, een visibiliteit, die iemand anders niet heeft. Mm -hmm. Maar dat is wel zo. Je merkt toch ook wel dat, uh, dat zo van die, van die vlogs of whatever, een, een soort medium dat je hanteert om iets te vertellen. Soms heb ik ook de indruk dat dat, dat, dat ook niet, er zijn er niet overdreven veel. Hè? Ik kom maar zeggen, zo, zo van, die, van die human interest dingen, zeker online. Het is niet, er zijn er, hè, want er zullen genoeg comments komen, het is daar en daar en dat. maar je voelt toch dat het. Dat het dat het wel nodig is dat iemand het af en toe doet. Ja, in, eh, bij ons zijn er nog niet zoveel. Maar als ik zo kijk, eh, zo internationaal, zo Amerikanen. Zijn er wel een paar supercoole super vloggers. Mm. die wel zo de maatschappelijk relevante dingen niet uit de weg gaan. En dat vind ik wel boeiend. Dat vind ik wel inspiratiebronnen. Denk je dat bijvoorbeeld, stel dat je nu op televisie zou gewerkt hebben. want u, uiteindelijk maakt je geen, geen kritische vlogs. Ik wil zeggen, u maakt ge, ge, je gelatte kritiek. Ben geen journalist? Nee, kritiek. Ik toon gelotte... wat ik zie voilà. en wat ik denk. en, en iedereen, wat ik voel. En iedereen mm. trekt zijn conclusies. Ja. Um, denk je dat dat zou werken op televisie? Nee. Oh. Ik vind dat altijd moeilijk. TV interesseert mij niet zo mega hard. Um... Het is grappig dat je dat zegt. Want de dingen die je maakt <laughs> zijn vaak dingen waar ik van denk. Nee, dat is een TV. Ja. Hoe stom dat dat ook lekt. Hè? Ik snap waarom. Ik denk dat ik weet waarom dat je dat zegt. TV is super vermoeiend om te maken. Hè? Mm -hmm. um, ik zeg altijd, wij maken. Televisie voor het internet, maar op radiosnelheid. Uh, ik kom, ik ben, ben een meisje van Studio Brussel en ik vind dat. Uh, ik heb het altijd al top gevonden om uh, een idee te hebben. En dan kan dat eigenlijk, bij wijze van spreken, een uur later kan op de radio. Je kunt dat doen. Maar ik even mijn vraag, Geerdingen. Ja. Zou dit op Studio Brussel kunnen? Want je zou hier ook bijvoorbeeld een luisterspel van kunnen maken. Ik had het alleszins niet in de ochtend kunnen doen. Um, ik heb het... Uh, ik heb erover verteld in de ochtend. In korte blokjes van drie minuten met een leuk plaatje tussen. Mm -hmm. um, maar dat verhaal leent zich daar niet toe. Niet voor... Maar op andere... Uh, radiozenders kan dat zeker wel. Um, als ik bijvoorbeeld zie naar wat Sofiele Meijer doet op radio 1, ja, die kan, als die wilt, uh, gesprekken doen van een half uur over een bepaald onderwerp, en dan kan dat zeker wel. Vroeger, vroeger was dat ook op radio 1: had je Alaska, fantastische luisterspelen, wat dat wij nu voor naar podcasts luisteren, dat gebeurde daar op de radio. Dat is een beetje opgeschoven, ik denk. Um, ik weet ook niet of de, ik, denk, ik denk dat dat heel goed is dat dat een beetje in die podcasthoek zit. En ik denk van die video die ik heb gemaakt, dat je daar een heel goede podcast van zou kunnen maken, zeker. Um, maar ik denk dat er ook een reden is waarom dat die podcasts zo aan het boemen zijn, omdat mensen willen kiezen wanneer dat ze naar iets luisteren. En dat had ik ook wel vaak met die Alaska's toen nog. Ik heb er ook nog gemaakt, want wij, wij moesten dat maken voor het school. Heb ik ook nog uh, documentaires gemaakt van, van een uur en van, en van drie kwartier lang. Maar het ding is, dat is, dat is zo in deze vluchtige maatschappij, mm -hmm. jongens. Mm -hmm. uh, waar we naar ons werk gaan en dan nog boodschappen moeten doen. En je stapt in uw auto, u uit uw auto. Ik wil, net zoals ik naar Netflix kijk, ik wil kunnen kiezen wanneer ik naar iets luister. Mm. En zo luister ik ook naar jullie bijvoorbeeld, en ik kan me daar dan echt op verheugen. Dat is gelijk dat je verheugt op een goede filmavond. Denk ik. Oh ja, ik zit straks drie kwartier in de auto. Ik ga nog eens naar die podcast luisteren of naar die podcast. Ik vind dat zalig. Ik denk niet. Ik zou dat jammer vinden bijna om dat op de radio te steken, omdat je dan weet van ja. Mensen gaan dan, ah ja, ze gaan dan die vijf minuten maar horen of, of ja, die tien of, of minuten. Of je, je krijgt een soort, um, zonder dat ik dat slecht bedoel, want dat is ook niet bij de hele goede luisterspelen, is dat ook niet, maar je, dat kan soms zo'n soort. Uh, we doen het later op de avond en het krijgt zo'n soort stoffigheid, waardoor dat de mensen die je nu bereikt door er een vlog van te maken en dat filmpje en die beelden, ja, dat zijn die jonge mensen waar dat je het over hebt. En dat ja. zijn de mensen die dat, dat echt gaan checken en die dat op YouTube zitten. En die dat, dat soort dingen volgen. Terwijl dat... Als je zo gaf voor een, een, een luisterspel, dan mocht het toch ook weer iets anders, of zo. Ja, ja, ja. Dat is waar. Want is uw waar. beelden zeggen ook heel veel. Want dat is eigenlijk ook wel wat dat, dat is. Eh, ook eh, om, om misschien even van het uh, zwaardere naar het iets luchtigere te gaan. Een andere waar ik heel van hard van genoten, dat was croquet. Ah. <laughs> Namelijk ja, ja, die ja. avond dat jij beslist van met je goede vriendin in zo'n luxury playroom te gaan, waar eh, BDSM en God weet wat nog allemaal hier in Antwerpen nee, jongens. Gebeurt. Ja, dat ziet er trouwens mega gezellig uit om mee te beginnen. Zalig, hè? Ja, en hoe 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 zit het daarop gekomen? En wel... Ja, dat is weer een. een ja, hoe, de, hoe dat dan gaat. Ik was op een feestje. Ik moest. Uh, dat was uh, samen. Wat voor feestje was dat? So, sorry, dat was een heel braaf. Ik al de zin geraakt. Dat was, ik dat. dat was een heel braaf schoolfeestje waar dat uh -huh. ik moest draaien samen met Christophe Lambrecht trouwens nog. Ja, um, wel een Christophe Lambrecht. Ja. Um, en um, wij waren daar en ik zag zo wat vrienden die ik al heel lang niet meer had gezien en uh, een van die gasten zegt tegen mij van ah, Linde, Linde, heb jij, heb jij al gehoord van Spankt? Ik zeg, ah, oh, wat, Spankt? Ja, ja, kom, kom! En die stelt mij voor aan een, een dame uh, die daar ook kinderen op de school heeft en die zegt, ah, ja, ja, wij hebben daar, wij hebben een luxury playroom die wij verhuren kijk maar naar wat foto's en dat dus exact zo'n voorbeeld als ik die uit een weekend kom en zeg tegen Arnoud: Arnoud, we nu wat weten. Hè? Weet je wat ik nu heb tegengekomen? En ik toon die foto's en Arnoud zegt: My god, dat is super fascinerend. Ik, ik, ik heb er nog nooit van gehoord dat ziet er zalig uit En vooral, dat is een ruimte voor BDSM. Iedereen. Die hoort ruimte voor PDSM. Die zit al in de kelder. Hè? Die ja. zit al ergens in een of andere uh, ziek druppelende dungeon. Uh, met, met roeste kettingen, weet ik veel. En dan zie je die foto's. En dat is super mooi, dat is kijk, gezellig. Um, dat, dat is ja stijlvol. Mm. En um, dan hebben we ook uh, met die mensen gepraat uh, van wie dat, dat was. En wat zij zeggen is dat het zo spijtig is dat dat in die donkere hoek zit. En eigenlijk met die ruimte willen we dat er eigenlijk bijna uittrekken en tonen dat dat ook iets heel uh, normaal kan zijn nu sommige dingen die daar gebeuren vind ik niet supernormaal uh, dat sommige <laughs> dingen gaan heel ver daar hangt een trapeze en die mensen vertelden dat er ooit is een gast een half uur onderste bovenaan heeft hangen, terwijl het hem vrot is geslagen met twee van die canes canes zijn zo van die bamboestokjes. Uh, ja, zo van, die, van die oh, ja, oh. en, en dan hebben ze achteraf die dat ze gevonden, voor gevonden uh, ja, gebroken en bebloed <laughs> Ja. ja voor mensen die uh, into gevechtsport zijn uh, je hebt zo'n uh, filipijnse gevechtsport en die heet Escrima of kali en dat is met twee korte stokjes uh, die leren daarna ook mensen van die balisong vlindermessen vechten maar dat is fase 2. maar die hebben zo van die korte stokken bamboestokken waar die op elkaar mee slagen en je hebt zo'n geweldige geweldige reeks en die heet oh, hoe heet die reeks de Fight Quest zo heet. Dat. dat zijn zo twee Amerikanen die gewoon zo over heel de wereld meetrainen met allemaal extreme gevechtsporten hè? en dat zijn zelf vechtkunstenaars. Op YouTube ook. En nee, dat is eigenlijk gewoon dat was eigenlijk goede goede DVD was dat. <laughs> maar dat zou tijd... nu dat zou Dat, dat zou nu dat een... zou, dat zou nu letteren, dat, is, ja. dat is eigenlijk YouTube wat dat daar nu zou zijn inderdaad. En die gasten gaan meetrainen en een van die, van die sporten is dat en wat mij daar nog altijd aan bijbleef, is dat, dat is een heel hard close combat systeem. Dus die zitten heel dicht op elkaar. En die zijn met die stokken keihard snelle bewegingen aan het maken. Maar die kloppen die je daarmee krijgt, dat lot bloeduitstortingen achter dat je niet voor mogelijk ja, ja, ja. houdt. Dat gebeurt daar dus ook. Ja. Um, en wat, wat ik daar nu. Aan die video, hè, want hè, dat, dat heeft enorm goed gemarcheerd. natuurlijk ook omdat we de titel van de video's, deze video gaat over seks. Niet gelogen trouwens. Mm -hmm. um, maar dat heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat heel veel mensen nieuwsgierig naar, waren naar wat dat, daar, maar wat dat daarin verteld werd. Wat dat ik daar aan die... Het was die uiteindelijk gaan met een flanellen pyjama in bed. <laughs> Klopt. <laughs> Spoiler. <laughs> Sorry. Um, maar uh, wat ik daar zo schoon aan vond was dat ook daar mijn beeld wel Veranderen, want ik had ook dat beeld van die donkere vieze hoek. En op het einde van die avond, daar ga je wel inzien van mij, als niet elk koppel wandelt daar binnen. Hè. Mm -hmm. Je moet elkaar al heel goed kennen, heel goed vertrouwen om daar binnen te wandelen en daar. Ik snap zelfs. Tot op zekere hoogte dat dat romantisch kan zijn. Ik, ik, mm -hmm. ik, ik begrijp het hoe dat. En ook hoe dat die mensen daarover babbelden. Um, dat voelde heel liefdevol. En dat is niet hoe dat ik mijn liefde uh, botvier. Mm. Maar ik snapte het wel. En ik dacht: van, je moet, je moet wel. We mogen daar misschien wel gewoon iets opener in zijn dat dat kan, zonder, zonder daar zo. Mm. Ja, dat ja, is een, is, zo raar is te een doen. extreme vorm van, van vertrouwen in een andere persoon. Hè? Ja. Dat is, Hoe zit zeg... dat, ja, dat, dat, dat? Omdat is je het... zegt dat je veel jeugd, het, of in ieder geval jonge mensen bereikt, zijn um, ze geschrokken van de reacties dat je daarop krijgt van jonge mensen? Want voor ons, onze generatie, was dat dat is zo. Dat is, taboe, dat is taboe. Die indruk had ik toch. Mm. Zoiets van: ja, die, die mensen die nu. Opgroeien, die, zo, die zijn, liggen daar niet zo wakker van? Nee, nee eigenlijk niet. Van bondetje en sm bedoelde dan? Nee, die Je zijn, op, in onze over... tijd was dat toch hey, dat, dat we hier niet gezegd hè? Nee, natuurlijk. Die uh, zijn over het algemeen wel veel gelachen, opener over hè? alles merk ja. ik. Mm -hmm. um, die zijn veel opener. Oh, ik weet nog toen, da, toen da Kiki jong was um, en en zo op de Humaniora. Wij dachten wel heel hard in Cottagesen en ik was, ik ben, ik ben, altijd een Studio Brussel luisteraar geweest. Mijn sticker van Studio Brussel op mijn agenda en Studio Brussel was mijn ding en ik luisterde naar rock. En je haalde house. Ja, want house, dat waren Johnny's. en dan hadden dan, hè, wij dachten in categorieën en dat is zelfs nog maar een paar jaar onder mij dat ik, ik voel dat er een en oh, thank God eigenlijk dat er zo een aangename uh, lossere, losser denk gegeven oh zo mm -hmm. slecht gezegd maar gewoon dat die zoveel minder Take your time. zoveel minder in kottekes denk ik vind dat zo mm -hmm. oh. ja en toch en toch dat is zo grappig dat op veel vlakken dat dat zo is en aan de andere kant leeft ook in een tijd waarin je het gevoel hebt dat alles alleen maar gepolariseerd mm -hmm. is en recht tegenover elkaar staat En alleen de extreme meningen ja, tellen nog. Absoluut. En al de rest allemaal niet meer. Absoluut. Dus op sommige vlakken krijg je bijna een soort verenging daarvan. En het gevoel dat we vroeger op bepaalde vlakken dan opener waren of zo. Maar op andere vlakken, zoals hè, muzikale smaak of dingen zoals. Uh, seks of geaardheid of dat soort dingen merkte dat jonge mensen wel veel opener. Ik snap daar niks van, ja, want ik... we hebben bijvoorbeeld ook, ik denk uh, onze best bekeken video van allemaal natuurlijk, Sam was uh, de video met ja. Sam Bettus, uh, waarin dat zij aankondigde dat hij hij werd. Mm -hmm. Daar hebben zot veel mensen naar gekeken en ik, uh, we hadden dat opgenomen. Um, en daar was wat tijd tussen. Ik was heel zenuwachtig in zijn plaats voor de reacties. En we wilden dat ook echt. We vonden dat belangrijk. Want God hij heeft u gecontacteerd, ja. of niet? Hij heeft aan mij uh, gevraagd of dat wij dat samen met hem wilden en, doen. En hoe kwam. Jullie kennen elkaar. Goed, of is er, was, er, was er een vertrouwensband? Was er een reden waarom dat hij dat met u wou doen? Um, ik denk dat hij onze video's had gezien. Um, mm -hmm. uh, hij kent ook iemand die ons werk redelijk goed kent. Zijn, zijn pressagent kent ons werk redelijk goed. En misschien dat hij wel zoiets had gezegd. Ah, misschien moet hij eens kijken. Maar het moet hem alleszins bevallen zijn wat hij uh, zag. Hetgeen dat voor ons een massief groot compliment was. Dat mm -hmm. zo iemand Zeker. voor zoiets belangrijk naar ons komt om te vragen: uh, willen jullie alsjeblieft helpen om, om dat verhaal mee de wereld in te sturen Ja, een groter compliment kun je eigenlijk niet krijgen dat je dacht van, van superveel vertrouwen in het feit dat wij dat wel gingen doen met, met de juiste de juiste toon um, en ik was super zenuwachtig. De dag zelf dat we dat dan hadden gepost, hè, om zeven uur s morgens in België, en ik was de klok in de gaten aan het houden en aan het denken van, oké, okay, Sam was op dat moment al terug, die was in Californië, en ik was met met. Het uh, tijdsverschil... was nog Sarah, hè, want je had geen idee wat er ging gebeuren, ofwel, wist je wat... Ik wist wat de boodschap ging zijn. Ah, okay. Maar dat was zowel alles wat dat we hadden voorbereid aan dat gesprek. Ik wist van, oké, okay, zij gaat mij vertellen dat hij hij wordt. Mm -hmm. Ik heb uh... je wist ook niet dat het Sam ging zijn, hè? Nee, dat, dat wist ik ook niet. Dat wist ik ook niet. Maar ik had daar daarvoor wel aan een telefoon gehad en ik zei van ja, kijk Sarah, um, ik zei het is hoe dat jij het wilt. Ik zei maar mm, hoe dat ik nu erover nadenk is dat ik eigenlijk niks wil weten op dit moment van nu, dat ik dat wil sparen voor het moment zelf, omdat ik denk dat, dat we dan het eerlijkste en het, het uh, meest open een gesprek gaan hebben. Um ik, ik, ik euh, doe niet graag alsof. Dat is ook de reden waarom ik niet graag tv doe. Omdat die dan zeggen, oké, okay, nu gaan we dat nog eens doen, ja, maar dan vanuit dat, een ander standpunt ja. en met een ander lensje. Dan denk ik, nee! Ja. Oh, kun je daar kun... nog eens aankomen? Ja, kunnen je ja, gaan nog, kun kun nog eens spontaan komen een aangewandeld? Ja, maar even spontaan. Ja, ik... Oh, ja, nee, ja, ik vind hè. dat ook verschrikkelijk. Ja, ja, ja. Voilà. Dat doen wij nooit. Ja. En dat is waarom ik tv niet zo tof vind. <laughs> ik snap het. Um, <laughs> dus ik had ook tegen Sam gezegd, van: ja, goh, stoort u dat? Dat wij niet het voorgesprek uh, doen. Hetgeen dat in tv-land al ondenkbaar is, want daar heb je eerst zeven redacteurs aan de lijn die dan een dossier maken, en die weten al perfect eigenlijk wat dat er gaat komen, want ja, dat moet allemaal passen binnen de vijf minuten. Ja, niet alleen dat, maar daar hebben daar de super lange interessante, toffe gesprekken mee, en dan kom je daar zitten, en dan krijg je ja. die tien stomme vragen ja. die, die geen hol te vertellen hebben, en dat je denkt, waarom heb ik dat enorme redactiegesprek gehad, waar ik best kei coole dingen in heb gezegd, en die komen die herleiden dat dan naar een soort um, onwaarschijnlijk clichématig ding, omdat Super dat heel snel vooruit ja. moet gaan. Ja, ja dat, is, dat is absoluut is een herkendaar. feit. Ja. Ja. <laughs> um, dus ja, weinig wordt daar aan het toeval overgelaten. En, en uh, Sam zei uh, van ah nee, ik vind dat eigenlijk perfect. Ik vind dat zalig. Uh, en ik vind dat ook het leukst voor mezelf, omdat ik vind niets zo ambitant. Als vooringenomen interviewers. Interviewers die zeggen: Van wij weten natuurlijk al dat, maar voor de mensen thuis. Dan denk ik echt: fuck off. De mensen thuis zeggen: Fuck you. Ja. Daar, ik vind dat niet leuk. Ik vind dat ook uh, tof om soms een domme vraag te stellen. Um, bijvoorbeeld. Uh dat, die domme vraag, want dat is het grappige eraan. En je zegt het ook op een bepaald moment tegen Sammy: Ik kon een domme vraag stellen. En die zegt: ja, Ik vind dat helemaal geen domme ja. vraag. Maar die domme vraag is de vraag die de meeste mensen thuis willen stellen en niet durven stellen omdat ze niet dom willen overkomen. Voilà. Dus dat iedereen gaat collectief dat doen alsof dat ze het weten, maar eigenlijk weten die dat helemaal niet. En dat vind ik ook altijd leuk, als iemand... Als ik denk, ah, oh, cool, jij stelt die Dumbo-vraag. Ja, ik... maar dat heb ik hier ook wel vaak. Gat... Dat heb ik hier ook al heel ja, vaak de, gehoord. Linde... En dat is leuk. Wat is een ja. vlog eigenlijk? Een vlog Dat was is... een grapje, hè? Ah, oké. mij mogen amai, amai. <laughs> mo mo <laughs> uh... <laughs> dat was meilig, eigenlijk eigenlijk... Mijn gezicht, oh my zeg god. Zeg maar, maar Nee, nee, nee nu, gewoon, kijk, 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 kijk de, Ja, ik ben de oude man van de ploeg. Het boeit me geen hol, maar vlog staat voor... Uh, ik denk, videolog. Oké. Okay, okay. um, ik denk maar dat uh, gelijk dat in... je vroeger. Uh, een een logboek. Ja, ja, een blog. Mensen schreven dan een blog ja. op het internet. Okay. Een soort ah, ja, van tuurlijk. dagboekje. Ja. Ik denk dat het zo begonnen is als een soort maar van videodagboek. Oh, hoe logisch is dat? Dan? Dat is was echt erg. een domme vraag. Is niet erg. Het is maar om duidelijk te maken domme vragen Ons zijn. Ons moeder heeft ik... ook nog keil lang gezegd: Ik heb je een blog gezien op het internet. Voilà, ik zal ook even cool doen dat je cool. vergelijkt me ook al met Olle Moeder. <laughs> dat is natuurlijk ook in een categorie dat ik hier zit. Maar goed, Alex, gelijk dat je alles onthoudt. Om toch even toe eens graaf te doen, Adam Contras. Dat Adam de, Contras? Uh, die heeft een, ooit een eerste vlog gemaakt. Echt? Okay. Adam Contras, met een K. Oké. Okay. En waarover ik niet? ging die? Ja? Dat weet ik niet, maar dat wil ik opzoeken voor je. Wilt. Ja, zoek het eens op, nu ben ik benieuwd. <laughs> Doe jij vooral al verder, dat veel Ik weet niet te veel meer waar onder... dat we zaten. Ah ja, met Sam. Just. het ging over de maatschappij. We hadden het over de maatschappij en ja. over hè, hoe gepolariseerd dat, dat is. En dat ik zo stress had van: ah ja, nu gaat die SAM die gaat wakker worden in Amerika, hoe gaan de reacties zijn? En oh, ik was al voorbereid op: oh, die gaat. Ik wist eigenlijk niet goed wat er ging komen, maar ik had verwacht niet goed. Mensen, mm -hmm. mensen gaan daar zuur en narrow-minded op reageren. En uh, speciaal om speciaal te doen en moet dit, moeten we dit dan normaal vinden? Mm -hmm. um, maar dus wij zetten die, die vlog online zaterdag om 7 uur en dat begint te komen. En je ziet dat dan groeien, dat wordt dan op een paar kranten sites overgenomen. En ja, ik ben nog geen half uur later met Arnoud aan het bellen. Ik denk: oh my god, dit had ik nooit verwacht, zie dat komen. Dat was een soort van. Uh, Soort van online groepsknuffel. Dat was toen toevallig die een dag, was volgens mij de Pride. En alles viel zo samen en ik zag precies alleen maar regenbogen en mensen die keihard supportive en mm -hmm. super enthousiast waren. En ik was alleen maar aan het denken: amai, fuck, hoe cool is dat? Die gaat straks wakker worden en die ziet dat en die mm. voelt dat. En tegelijkertijd denk ik: hoe. Kan dat? Hoe is dat in godsnaam mogelijk dat deze mensen, die zo open-minded, zo positief, zo tof en supported zijn, hoe kan dat, dat dat dezelfde mensen zijn die dan op de dag van de verkiezingen stemmen hoe dat ze stemmen? Hmm. Dat, dat volg ik niet volledig. Hmm. Ja, het zijn gewoon heel verwarrende tijden, hè? want het is net wat dat je zei. Je hebt soms een gevoel dat. dat, dat, dat uh... De jonge mensen veel minder in hokjes gaan denken is zo'n soort gevoel dat je hebt, maar tegelijkertijd verkiezingen en de manier waarop dat mensen hun meningen uiten is net het tegenovergestelde. Ja. Dus het zijn niet al schizofrene tijden. En zeker... Ik ben echt niet mee op dat vlak. Ik, ik op... ben echt wat niet mee. Op... Hoe doe je dat eigenlijk als. Uh... Want hebben we dikwijls niet. Ik bedoel, gij kunt dat gemakkelijk, omdat je... maar hoe doe je dat als. Uh... Zonder dat je hier uiteraard persoonlijk moet zijn, maar als je een functie hebt, zoals gaat dat je je moet eigenlijk neutraal zijn hoe, hoe doet het dat? ik, ik wil als Studio Brussel had bijvoorbeeld met hun in hun Ramadan uh, uh, Ramadan met ding dan ja, ja hun, ja, hun, hun ja, programma's ja. er rond ik zeg het er ook niet naar, we zijn hier niet op zoek naar wat dat je denkt of voelt of zo maar gewoon als je zo hoe die neutraliteit houden moeten dat doen of, of hoe sta je jij daar tegenover? Hoe hoeft dat niet? Is dat iets dat wij. Maar dat hoorde vaak. Als de VRT. Onder... De VR... Niet dat, dat je per se down. Maar je weet wat ik wil zeggen: zeggen mm -hmm. ze van: uh, ja, die moeten neutraal overheidsgeld. He, al hetzelfde uh, clichés. Die had er dan. Ja, maar dat zijn altijd ja, dezelfde ja, ja. argumenten. En, maar een cliché-argument is ook altijd een kant: dat er ook iets van aan zit. Allee, ik bedoel, je kunt altijd denken van. God ja, is, dat kunnen we niet helemaal wegcijferen, maar hoe doe je dat? Is dat moeilijk? Ja, ik vind dat soms wel moeilijk, maar ja, ik denk wel wat, hoe dat wat wij in gedachten houden is. Ik ga nooit zeggen voor welke politieke partij dat ik een voorkeur heb. Um, Doen ik ook niet. Maar wat ik, wat ik wel belangrijk vind in uh, wat dat wij maken, en dan denk ik wel dat wij met onze video's... Um, ik vind dat die passen op de VRT. Ik, wil ook heel ik vind dat heel tof om voor de VRT te werken, omdat ik vind dat die wel een taak hebben om maatschappelijk relevante content te brengen naar iedereen. En ik vind dat ik dat doe. Mm -hmm. um, ik vind dat ik uh, dingen maak die ertoe doen. Ik, ik vind dat ik dingen vertel um, die hun bestaansrecht hebben. En. Um, ik uh, vind, en dat heeft geen politieke strekking, uh, ik, heb, uh, ik wil uh, luisteren en ik, ik probeer respect te hebben voor iedereen. Ik ben nieuwsgierig, ik kijk nieuwsgierig naar de wereld. Um, en ik probeer. Het is moeilijk hè, want we leven allemaal natuurlijk in een soort van bubbel. Hè. Ik probeer zoveel mogelijk dingen te zien. Um, en oog te hebben voor zoveel mogelijk dingen. Maar ik merk wel dat dat moeilijk is. Om de manier om door die bubbel te gaan is door te doen wat je al doet. Hè? Wat wij eigenlijk hier ook een klein beetje doen, is dat je gewoon al praat met mensen die soms voor iets helemaal anders staan dan jij. En in plaats van dat je er ruzie mee maakt, luister je ernaar. Ja. En kun je kunt eigenlijk je gedachten erover zeggen. Je kunt dingen uitwisselen over elkaar, zonder dat. Hè? Want je kunt. De, de, de verloren kunst van de discussie is eigenlijk van niet op elkaar te liggen roepen en kwaad te zijn en niet te luisteren. Maar gewoon te zeggen: ah, oh, jij zegt dat, waarom zeg jij dat? Want als ik nu dat zeg, wat vinden dat? Dan? Ja, of op zoek te gaan naar een soort van common ground ja. of zo. Maar dat is nu. Ik, ik durf wel zeggen um, dat ik uh, geschrokken ben van de verkiezingsuitslagen. <laughs> um, en dat ik. Um... Ja, schrik. Dat uh, mensen, bijvoorbeeld zoals een, 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 een Dries van Langenhoven, uh, dat is, die heeft, ja, ik voel weinig warmte. Laat ik het zo okay. zeggen. Ja. Mm -hmm. Zouden bijvoorbeeld, ik zal het zo zeggen, ik zal, ik zal ons ook blootgeven, dan kun je het voor u makkelijker. On ons is ook al een paar, je ziet dat soms in comments, je moet je het nodig He, Dries van Langenoven bijvoorbeeld. He, ik denk dat dat viral geen windhaar zou ople opleveren. Maar, <laughs> dat sowieso niet. maar we, hebben, we hebben ons altijd gezegd: we doen dat niet. Niet omwille van hem, maar gewoon omdat politici. We vinden dat die niet kunnen spreken. Omdat die niet spreken, die, dat komt wel gelouterd. Maar die dat spreken in. in, in voilà. Die, die dus, willen ook aan het woord blijven. Voilà. He? Of, <macht> maar, zouden, 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 maar daarom, zouden jij dat durven? Nee, ik zou mij daar niet aan. Nee. Ik zou het wel willen, want ik vind dat je niemand uit de weg moet gaan. Mm -hmm. Maar ik. Maar de vlogger Ze... nu weet, de, hij de, die me daar dan alles terecht opmerkt. Van ja, je hebt een goed oog. He, je, hebt die, je hebt een reportage. Het moet, moet niet per se zijn, zijn ding zijn. Maar uh, bijvoorbeeld, ik zal het een. Ja, een ander soort... Ik kon het gewoon benoemen, ik, ik mag dat benoemen. Bijvoorbeeld het, het, een, een rechts... Een, een, een rechtsfenomeen, bijvoorbeeld. Misschien moet het nu niet hè, schild in vrienden zijn, want dat is al gebeurd. Mm. Maar als je zegt gezegd... Ja, met het oog van een vlogger... Hè, als, je, als je... Ja, was ze ook in Amerika bijvoorbeeld gedaan hebben, ze van die reportage ze de Trump-kiezers gaan ja. zoeken. En ik ging het net zeggen, wat dat kan niet heeft wel, dat en, gemaakt. En, ja. le, en het, het toffe daaraan was dat die... En dat is niet makkelijk, dat die een beetje dat, die een balans kon lopen van... Het mag ook niet het soort zijn van... Allee, we zullen ze... Dat het zo'n omgekeerd ding wordt. Van we gaan ze een, een ding geven, we staan boven maar eigenlijk vinden je nog altijd wat je vindt. Ja, ja. Mm -hmm. en wel, dat vond ik ook sterk, maar weten wat dat daar het ding aan is? Aan wat bijvoorbeeld die Karin Klaassen daar doet in Amerika, die toont mensen en dat zijn gesprekken. Mm -hmm. Dat zijn mensen die in interactie gaan, die vertellen. Ja, ik, ik heb nog niet zo superveel gesprekken gezien. Met Dries van Langen ik, ik, ik zie geen interactie. Ik zie hij, is iemand... een, hij is een politicus. Maar zou, waarom zou het misschien niet interessant zijn. Laat me even uitspreken. Ik zeg het me toen. Maar waarom mocht je dus geen een vlog over uh, Schild, Schild en Vrienden. Maar ik dat is een keer over mijn woorden Maar dat je zegt. Maar we gaan het niet hebben over die personen die in het parlement willen komen. Of de, mm. Maar gewoon. De, de ja, jonge gast dat erbij ja, zit. Mensen, Laten we gewoon ja. zeggen. We zijn bijvoorbeeld. Ja, dat is moeilijk. Je weet dat dat moeilijk is. Het is een hypothetisch ding. Mensen die zich de laatste maand hebben lid gemaakt. Hè, en dan naartoe gaan en, en proberen te zeggen van. En we gaan niet met vingerken wijzen. Want dat heeft geen zin. Want dat zijn niet allemaal debielen. Maar, mm -hmm. Want dat, dan laten ook een, Want de jeugd heeft redelijk rechts gestemd. Hè. We moeten kat en kat noemen. Hè. Er zaten mm -hmm. er veel bij. Ja, dat zijn ook wel dingen die dat ik dan denk. dat wil ik ook wel eens zien. Zou je nee, dat durven? Ja. Ik zou dat durven. Ja, mm -hmm. ik zou er wel heel goed over nadenken hoe dat ik dat zou doen. Mm -hmm. Ik vind dat wel moeilijk, hè? Ik vind dat ook heel moeilijk. Ik denk dat nu als mensen omdat dit zien... ik die ook heel graag hier zou willen hebben op een bepaald punt. Hè, en je kunt, je, we hebben ook zo heel, we hebben duizend discussies erover gehad. Hè, gaande van, geef de iemand een forum, hè, want uiteindelijk gaat, hoe gaat je dat hier gebruiken wanneer dat die mm -hmm. hier komt zitten? Dat kan dik zijn dat jij gewoon het gezegd, allee, hier uh, 100.000 luisteraars het is graag gedaan. Hè, ja. Zo voor u een bullshit. He, en, en dan hadden we ook een heel, een heel groot gesprek over. Ja, als je met zo iemand in gesprek gaat, zo, hoe kun je zo iemand niet onderuit halen, maar op zijn minst een discussie hebben dat je niet gewoon platgewalst wordt door nonsens? Dat he. is het gewoon, hè? Want dat is het enorme moeilijke om die kerel: de... het fake news, het jij zegt dat maar, maar he, ik kom af mee. ...de meest belachelijke feiten... ...en jij weerlegt dat feit... Alex, ...en die zegt... ...ja, dat zegde jij. Voilà. Maar mm. daarom dat ik denk... Ja. Dat, je, ...dat je dat niet meer moet doen. Maar... Mm -hmm. maar, dat ik, ja, maar... ...maar niet de drie's van Langenovers. Nee, ...maar want, die andere... Ik bedoel... ...ik, ja, ja. ik, ik, doel, ik kon ja. misschien weer heel cynisch... ...maar ik, voor mij is er niet zo heel veel verschil... Wacht, laat me even gezet spreken tussen een dries van Langenoven en een ofwel dus een andere politicus. Wacht even, voordat je nee, begint nee, nee, te zotten worden. Nee. Het, gaat over, het gaat over, iemand dat een doel heeft en het, en het verrijst vereist wel een, 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 een bepaalde eigenschap. Ik zeg niet allemaal, hè. Ik zeg niet allemaal, maar ik denk dat het, dat dat soms partijen overstijgt. Dat is iemand ja, er zit een zekere narcisme bij je in. daar moeten geen psychologen zijn, dat zal ook wel nodig zijn om Zachtjes uit te Ja, maar goed, er zullen er nog zijn die misschien om on, on zo de goede kant staan die nou, hebben. Voilà. Allemaal. Maar die mensen die, die omdat, ik, ik was gewoon aan het denken omdat je inderdaad die jeugd heel goed, goed bereikt. Ik zeg ik niet ontzag dat je dat moet doen, maar ik denk wel dat veel mensen zeggen van, wow. Dat moet wel cool zijn, als het kan. Mm -hmm. Want dat is wel wat, wat die... Het is niet dat het nog niet op ons bord heeft gestaan, zo, dat soort mm -hmm. onderwerpen. En eh, ik moet ook zeggen dat Arnoud en ik, we babbelen daar ook superveel over. Het is wachten op een, op een goed idee en een goede invalshoek. Um, ik wil dat dan wel op een... Op een op een goede en op een slimme manier doen. Zeker. Ik vind het ook grappig dat je zegt, hè, van ik, je zegt ik verschoot heel hard van de verkiezingen, wij waren er twee die er minder hard van verschoten zijn, voor een of andere reden. Bij mij ging dat om try-outs doen door Vlaanderen, bepaalde grappen vertellen, bepaalde reacties horen en voelen dat er, wat er de zogenaamde onderbuik, zoals dat genoemd wordt, dat een klein beetje pejoratief is, want dan wordt er zo precies gedaan. Of Het zit dan van onder, Het zijn ik. allemaal maar een bindige, getatoeëerde debielen <laughs> ja, ja. die daar wat op mekaar's bakken is gaan slagen. Nee, nee, dat zijn zeer keurig geklede, heel goed geïnformeerde mensen die dat ook dat soort dingen denken. Dus ik wil zeker niet de, de rechtse kiezer. Uh, met een dedij gewoon behandelen. Dat dat gedaan werd door die vreselijke column in de morgen. Van beste Vlaams Belang stemmer, Mag ik u een beetje kortzichtig noemen? Dat ik denk. dat soort ivoren toren-arrogantie. me nu wel achterwege laten. Dat is een van mijn en... beste vriendinnen die. Ja, jammer, maar helaas. <laughs> ik, vind dat, ik vind dat wel heel jammer. Want, hey, en pas op. Uh, ik ken ze niet persoonlijk. Dus ik ga ze zeker niet aanvallen op wie dat ze is. maar wel op wat dat ze daar schreef. Had ik heel erg een gevoel van. Ja, dat is, nu, dat is nu net een deduin waar je niet mee moet aankomen bij de meeste mensen. Want je gaat ze daar alleen nog maar meer gelijk in geven. Het idee dus dat heeft ze daar zeggen. Ik heb zo'n shitload aan commentaar op gekregen. Ja, ja dat begrijp ik ook wel. Ja. <laughs> ik bedoel, natuurlijk, en aan de andere kant, eh, wederom. Je hebt altijd het recht om te zeggen wat je wilt zeggen. Als dat uw gevoel is en jij wilt daarover schrijven. Maar wat mij heel vaak stoort aan dingen als de morgen, waar ik op geabonneerd ben, dus ik lees het elke morgen, is die onwaarschijnlijke arrogantie dat daar soms vanaf komt. Dat Ik denk: stop met iedereen die het niet eens is met uw cultuurbelezen gedoe af te schilderen als een debiele. Dat iedereen daar rechtstemt een of andere onderontwikkelde troglodyte eh, en, en ja, helaas loopt België vol met zo'n mensen. Maar ik en mijn vriendenkring zijn zo niet. Ja, yeah, Go fuck yourself. Eh, if you're so good at everything, why do you lose so fucking always? Eh, je wint nooit. Die maken u kapot in discussies, die maken u kapot in de verkiezingen. En dat vind ik zo jammer. Ik mis hè, wat jij zei, wat ik ook heel funny vond. We zaten jarenlang te wachten op wanneer komt een tegenstander voor Bart de Wever. Hè, die linkse kerel die dat eens even het de, 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 de tegengewicht gok geven. De dat andere dat ook gladiator. Die dat met intelligentie doet, die dat ook doet met, met feitenkennis. Die dat niet, niet emotioneel begint te blijten elke keer dat hij iets zegt, maar er tegenin gaat. En wat was hem? Die kwam van nog verder rechts. Dat is, dat is eigenlijk nog het zotste. Ja. Ja, dat is wat je gezegd hè. Tom van Grieken, dat is van wie had dat aankomen, dat degene die dat de stemmen van hem ging afpakken, een was dat nog rechtser is ja. dan dat die een is. Er is op een paar jaar echt zoveel veranderd. Hè. Ja, en wa waarom? Want ik, ik vraag me dat af. gaat eigenlijk wel best, hè, zeker door Bru en door, door wat jij doet, als het ook iemand dat online heel actief is en een heel goed idee heeft van hoe dat mensen online zijn, en jonge mensen ook heel veel, wat denkt jij dat ervoor gezorgd heeft dat er zoveel jonge mensen gestemd hebben op iemand als Dries van Lange wat Ik weet dat echt niet. Ik weet dat echt, echt, echt niet. Het is wat ik net zei, ik, ik snap het niet. Ik, mm. ik weet het echt niet. Ja. We, dat is een goede segue: naar iets anders dat we naartoe willen gaan. De warmste week. Ja. Er eh? um, is, uh, is, is veel over gezegd. En dat is, dat is allemaal goed. Het is niet dat we dat niet over willen babbelen, maar dat was zo'n mega succes. Waar ik wel zou weten, want ik, ik zei het toch er straks tegen, tegen hem, want dat heb ik eigenlijk nog nooit zo echt gehoord en zeker niet door iemand ja, die, die het was. Mm -hmm. um, je ziet daar die een tijd. Hè, dat is uh, um, wat doet dat met u? En dan heb ik wat doet dat met u als je een hele week lang emotionele orkanen in uw gezicht krijgt? En Het ja. en, en, en en is niet dat ik zo diepel graaf, want ik weet dat je in een interview zegt, zegt zo'n dingen: van dat is fantastisch. En je ziet ook alle emoties en zo. Uh, dat is allemaal prachtig, maar ik zou aan het denken, ze zijn niet steen dood. Er zijn veel mensen die dat zot vinden dat wij niet psychologisch begeleid worden die week. <laughs> en ik heb mij dat eigenlijk zelf ook al. Soms bedacht van eigenlijk is dat als je daar zo van een afstand op kijkt. En ik kon dat nu vorig jaar nog beter, omdat ik het enerzijds al gedaan had en het toen niet meer deed. Dus dan zie je dat eigenlijk nog beter wat dat er gebeurt. En dat is wel zot, inderdaad. Um, maar wat ik vooral voelde toen ik dat aan toen was. Um, dat is inderdaad soms ontzettend triest. Er, er zijn heel veel droevige verhalen. Um, maar die droevigheid wordt wel heel vaak nog dezelfde minuut of hetzelfde gesprek uh, gecounterd door een ongelooflijk gevoel van hoop. Want die mensen die staan daar wel, hè. die, die uh, hebben dan, weet ik veel, een, 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 een vader verloren of een moeder of een kind verloren of zijn een been kwijt of kunnen niet meer praten of weet ik veel. Maar die hebben wel koekjes gebakken, hè maat? <laughs> en En hoe? Um, en daar komt dan van alles in beweging en die staan daar en eigenlijk komen die die komen wel vertellen van hè, dit is gebeurd maar bij de meeste mensen is dat van, ah ja, en dit is gebeurd, maar mm -hmm. dat is het belangrijkste maar toen is heel mijn straat in actie geschoten en hebben we dat gedaan en dan denk ik wel altijd de flexibiliteit van de mens is wel bangelijk. Mm. Dat denk ik. ik. Ik heb vooral altijd uh, een heel uh, goed en hoopvol gevoel. Zo de, hoe, hoe bendy dat je kunt zijn, man. Hoe slecht dat ook met je kan gaan. Het wat voor een diepe put dat je kunt klauteren. En daar dan wel kunt staan. Kei trots op je koekjes. Dan denk ik... Mm -hmm. Nee. En als je dat een hele week over je krijgt, dan kan ik me inbeelden dat dat een week is dat je dan toch even weer terug in de mensheid gaat geloven, niet? Ja, absoluut. Absoluut. Het is, um, is een ongelofelijke week geweest. Altijd al. Uh, ik heb de, de hoerenchance dat ik dat vijf keer heb mogen doen. Um, want je zit daar ook vijf dagen? Hoe lang je zit je daar? Nee, een week. Een week, zeven een week, dagen. Ja. En dat is echt 24 uur, je gaat daar af en toe slapen. Ja, ja. Ik heb de, de laatste Music for Life was, die ik heb gedaan was voor mij oh, was zo zot. Um, ja, ik kwam net uit een moeilijke periode. Um, um, ik, ik was net heel ongelukkig geweest en ik, ik had echt mijn twijfels van Amai, ga ik in deze wel overleven, man? Ik, ik sta mm -hmm. hier zelf amper recht. Um, hoe, hoe ga ik dat doen? En dat was eigenlijk mijn, mijn tofste Music for Life van allemaal. Omdat... Ja, dat, dat was zo extreem. Ik, ik heb amper geslapen omdat ik zo vol adrenaline zat en er zo geire bij was en daar hing zo'n goede sfeer. Dat was ook met Bram en Eva, die ik doodgraag heb en die ook vrienden zijn van mij en niet alleen collega's. En dat voelde zo... Alles voelde toen super just. En dan... Uh, Want, hoe moet ik me voorstellen? Hoe ziet zo'n dag eruit eigenlijk voor u? Dat wisselt altijd. Ja. Dat is het moeilijke. Ja. Dat is een rotatiesysteem. Um, dus je slaapt altijd op een ander moment. Uh, en soms kun je een keer... Uh, zes uur? Nee, soms, soms heb je een keer een, een lap van negen uur. Er is één iemand die om de, zoveel, om de, om de, om de, om de drie dagen een dubbele shift doet. De mm -hmm. nacht. Waardoor dat je één keer een, keer een timeframe hebt van negen uur. Waar dat je dan met wat chance een keer zeven uur of zo kunt slapen. Mm -hmm. Maar dat is mij toen niet gelukt. Ik heb toen maximaal na elkaar, denk ik, een keer drie uur geslapen. Ik denk dat ik Verspreid over heel Music for Life 15 uur heb geslapen die week. Ik vind dat niet mm. raar. Ik zou, ik zou denken, omdat dat zo'n zo zo adrenaline-moment is, dat je denkt: ik wil hier overal bij zijn. Dat is het grote uh. probleem. Je wilt mm -hmm. overal bij zijn. Ja. En um, ja, dus, dus zo'n toffe week, vol energie en zo, al, er gebeurt altijd wel iets. En ja, dus superplezant. Zijn ze dan teleurgesteld? Want dat was erom ik het vroeg eigenlijk. Je dan, denkt u daaraan als dan de verkiezingen komen? Of is dat, is dat een beetje like het voetbal? Ja, nee, dat is een beetje hetzelfde wat ik zei met daarnet zo is dat ik dat niet dat ik dat op een manier niet kan rijmen van, ja maar gasten, jullie zijn wel dezelfde van de koekjes, hè? <laughs> niet vergeten, jullie hadden toch koekjes gebakken, we waren toch solidair en zo, mm -hmm. um, maar blijkbaar dan toch alleen maar met de mensen die kanker hebben uh, en niet met de mensen die met hun kinderen op hun rug door een bos in Hongarije naar hier zijn gekomen, mm -hmm. want die doen dat natuurlijk alleen maar voor de pret. Mag ik je ja. nog eens iets vragen? Als je dat niet wilt te dan zeg je gewoon nee en knippen we het eruit. Maar zo so, is dat de Voelde ook dat je de allochtone bevolking meet op de warmste week? Moeilijk. Ja, moeilijk. Die staan er ook niet. Hè? Hmm. Um, ja, dat is, dat is echt lastig. Um, dat is, dat is trekken, dat, dat merken wij ook. Um... Hoe heeft er aan Dingdong het eigenlijk gedaan? Heeft dat iets bereikt? Daar heb ik geen idee van. Oprecht. Dat vroeg ik mij Weet eigenlijk niet. af, omdat dat he, is ook wel. Op zich, dat je uiteraard ook bakken kritiek gekregen. Hè? En, 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 en bakken liefde onder de andere kant. Hè? Mm. gelijk dat dat altijd als je iets doet, dat je eigenlijk een klein beetje eh, op zijn minst een statement maakt. Of een standpunt inneemt. Van we gaan naar is radio maken, en we gaan mee mee. Een ding van de van cultuur dat die hier evengoed aanwezig is en nu ook ja, een deel uitmaakt van onze dagelijkse samenleving, maar waar dat toch heel veel mensen zo heel weigerachtig tegenover staan. Ja, weigerachtig. Allee, om het toch uh, maar zachtjes haddragend. uit te ja, 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 totaal maar dat, ja. ja, maar, maar was, dat, was dat een reactie op het feit dat, 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 dat de warmste week dat dat toch. Allee, babbelde jullie er dan over? Is dat, is dat, is dat iets. Valt dat op, dat dat een, ja, om het te zeggen, een witte bedoeling was? Um, ik het was dan zo die dingen, die Ramadan dan? Zo. Ik vond dat bijvoorbeeld niet zo raar. Ik snap waarom dat had ja, Het is niet moeilijk te snappen. Maar ik dacht ook van, ja, gelijk ge, 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 dat we ook allemaal weten, ja, het is nu, ik, ik bedoel echt goed, hè, het is nu zo. Je kunt niet meer terug, de, de, de gemeenschap is wat ze is. Dus ja, als je een, een afspiegeling wilt doen in een populaire jongerenzender, ja, dan is het nogal een nozel dat je dan de andere kant op kijkt. Ja. Ja, dat je dan een heel deel van de jongeren gewoon negeren. Dan, voilà, eigenlijk. maar langs de kant vind ja. ik het dan ook wel. Als ja. we dan toch een klein beetje tegen gas geven, dan is het wel zo. Maar dan is het wel jammer dat het grootste evenement, misschien zeg ik fout, van Stubru, hè, dan de warmste week, waar Stubru overstijgt. Want dat is ja, een ja. Beetje maar masche... het is niet dat wij, niet, dat, dat wij zeggen dat die dan niet aan mogen. Iedereen is welkom, hè? Ja, ja dat weet maar dat je zie, kunt, dat kunst, ik ook. Maar het dus, dus ja. is inderdaad wel super jammer dat ze dat moeilijker uh, bereikbaar zijn. Ik, ik heb me daar al veel vragen over gesteld. Music for Life um, start heel vaak vanuit zo de oer, uh, Vlaamse. Uh, vereniging. Ja, ja, ja. En ik denk dat het verenigingsleven in Vlaanderen, tout ja, gewoon nogal redelijk, uh, redelijk blank is. Zo, ja, de, de, mm -hmm. de, de barbecues die georganiseerd worden en de quizavonden, mm -hmm. dat, dat is helaas redelijk blank en daar gaan we gewoon nog iets meer uh, geduld mee moeten hebben. Maar er zijn. Uh, heel veel scholen die langskomen bij de warmste week. Mm -hmm. En dan zie ik uh, een zalige waaier van snoetjes die voor u staan. En die zijn allemaal mee. Die weten... Die weten. En ja, ik zo denk dat zal dat, dat dan wel groeien. Dat is een toekomstding, denk ik. Daar ben ik redelijk zeker van. Ik heb ooit eens zo'n heel lang gesprek gehad met uh, de, uh, de Moerat, Dat is een kerel die... Uh, um uh, Nafzed organiseert. Zo'n soort culturele avond, waar je zo, zo dingen hebt, gelijk, slam poetry en ah, comedy ja. en zo. Met, met heel veel comedy met, met um, gasten zoals, um, um, uh, zoals ja, Eran de Mirchi en, en, en Latif, en zo. Allemaal van die. He, de, de, de veel gasten van Turkse Marokkaanse afkomst die dat dan, die dat dan comedy doen. He, Youssef El El zo dat soort gasten. En ik heb daar ook een paar keren opgetreden. En in Bergheim hebben die bijvoorbeeld. Dat is een van de, van de weinige dingen dat je echt kunt zeggen, dat heeft een multicultureel publiek. Dus je gaat dat podium opstaan en je ziet echt een waaier van verscheidenheid in de zaal. Ja. Wat je weinig bereikt op je eigen. Voor een of andere reden. Hè, heb ik ook een, een publiek dat, um, dat over het algemeen gewoon blank is, hè, wit is. En het grappige was, ik had dat gesprek mee, en ik zeg, ja, maar dat gaat waarschijnlijk wel veranderen, want je gaat heel veel jonge mensen hebben nu, die naar comedy kijken, en ik zie in de toekomst van comedy en heel grote comedians, binnen 10, 20 jaar, wel mensen zijn die een andere achtergrond hebben dan wij en die gaan die mensen wel naar, naar, naar de zaal trekken ja, ja. wat je in Amerika ook hebt gezien met mensen als Richard Pryor of Eddie Murphy of die dat dan zo'n hele wave van zwarte komieken hè, hebben gelanceerd die uiteindelijk veel meer voor een divers publiek hebben gezorgd ja. uiteindelijk door ik geloof die ook om, om een, om een um, gekleurder publiek te krijgen of een, een, een afwisselender publiek te krijgen dat er ook gewoon meer achter je micro moeten zitten hè Um, bij deze een warme oproep aan alle uh, podcastluisteraars van u: uh, mm -hmm. als er uh, toffe Turkse of Marokkaanse of Poolse of whatever uh, mm -hmm. radiopresentatoren luisteren, kom die solliciteren bij Studio Brussel. Ik zou dat een max vinden. Ik denk right. dat zo ook wel begint. Je moet je ook wel gewoon aangesproken voelen. Mm -hmm. Ja, en daar, is misschien nog, daar zitten we misschien nog net zo die, die volgende generatie ja. die er ziet aan te komen. Hè? Dat denk ik wel. Ja, dat dat wel een verschil is. Ik wou nog even terug Sam Bettis Want dat vond ik ook, we waren daar even over bezig. En wat ik daar wel heel, uh, wat ik ook heel cool vond. Twee dingen vond ik daar heel tof van. Eén. Dat jij op een bepaald moment zegt, ja, ik ben eigenlijk redelijk zenuwachtig. Want als ik moet praten met iemand die trans is, ik weet nooit niet over welke termen dat die wel of niet gaan vallen. Ja. Eh, dat, omdat dat zo'n soort... Uh, en wat ik zo heel verfrissend vond aan Sam en dat is eigenlijk voor zover dat ik weet, een van de weinige transgenders dat ik het heb weten doen op die manier, is iemand dat heel duidelijk vertelt wat voor een traject dat hem heeft afgelegd en niet eigenlijk... Meer een soort. Dat zijn puzzelstukken die bij hem in elkaar vielen. En niet zo wat. wat, wat en dat vind ik heel Vlaams, eigenlijk voor een of andere reden. Mm -hmm. Hoewel dat er al jaren in Amerika woont. Maar dat, die Vlaamse nuchterheid. Van te zeggen, we gaan nou niet de Amerikanen tangen en zeggen ik ben geboren en ik wist al dat ik Sam was. Hè. Maar nu, zo hebben we Amerikanen doen, don't deadname me. En he was always Caitlyn Jenner. En ik dacht, voor 50 jaar was hij fucking Bruce Jenner. En dat was een gast dat de Olympische Spelen gewonnen hè. En dat kan zin dat hij je altijd voelde. Er is iets niet, ik snap het niet. Er staat iets niet op, op een rij. Hè. En ja. dat merkte bij Sam keihard. En daarom vond ik dat zo mooi dat, dat je... Je hebt niet het gevoel dat dat allemaal een issue is bij zo iemand. Nee, wat ik ook zo zalig vond aan hem was... Ik, ik heb hem ook nog per ongeluk achteraf dan ook... Zeg ik, ah ja, Sarah. Ik zei oh ja, oh, oei, sorry, Sam. En ik dacht, ah, oh, fuck, nu heb ik hier echt een mm. grote fout gemaakt. Waarop die zegt, Linde, dat is niet erg. Het is dus voor mij ook nog even wennen. Hè. Oh, uh, ik ja. zo goed. Ik, ik zag... Uh, uh, zijn een manager onlangs en die zei, we hebben ons daar net gelachen in de auto, zei die dat was al uh, toen dat onlangs kwam spelen op Gladiolen dus echt nog maar uh, begin juli of zo mm -hmm. en, uh, of juni um, en die zei, ah ja, en die kreeg telefoon en die pakt op Hallo met Sarah. <laughs> ik was even vergeten dat Sam was. Ja. Dus dat, ik vond dat zo schoon dat hij ook zei tegen mij, Linde, het is een transitie voor iedereen. Mm -hmm. Dus voor mij, maar ook voor u. Dus neemt u een tijd. Ik vond dat wel. Ja, Dat neemt de druk ook zo wat van de ketel zo. Ja. Um... Want dat is, dat is hetgeen dat ik ook eigenlijk vaak het gevoel heb uh, bij heel het uh, transgegeven. Want dat kwam natuurlijk ook keihard goed. Dat dat een week of zo voor mijn première in het Sportpaleis was. En mijn show gaat daarover. Ah, oh, zalig. Ik had eigenlijk keihard veel over mannen en vrouwen. En mezelf als ouder wordende man. En hoe dat ik omga met zo'n dingen. Eh, en dat je tegen je eigen close-mindedness vecht. Eh, dat je voelt dat je soms botst op limieten die je dacht dat je, die je niet had. En dan kun je er zo op twee manieren mee omgaan. Zeggen van: ik wil het niet weten. Of ik ben nieuwsgierig. En ja, weet we De wereld is meer dan dat je denkt dat dat is. Of zo, hè? En dat is allemaal interessant. En dat was tof dat Sam net toen dat zei. Want dan kon ik hem ook als, als voorbeeld gebruiken. Dat is ook een k moment in de show. Dat je dat zegt en dat je denkt: ah oh ja, hé, cool. Hé, wat vond jij van dat? Dat heeft ook zoveel gezag gekregen. Dat ding van Zupiller. Pinchje Sam. Wat vond jij daarvan? En wel, ik vond dat eigenlijk niet zo erg. Die koek helemaal niet. Nee, weet je, ik, waar ik wel een probleem mee heb, en dat wil ik nu wel even gezegd hebben, ik vind sowieso, mannen weten waarom, vind ik een keilullige slogan. Dat vind mm -hmm. ik echt super stom. Maar wij weten ook waarom, je weet ja, dat niet. Ja, maar drink ik ook bier? Ja, ik, vind maar ga, ik ook ja, maar ga, wel ja, maar ga, een goede ja, ga, pint is en ja, wanneer? niet. maar weet dat niet, dat is niet waar. Dat zit niet in uw geest. Je snapt het. Ik hoor dat je het snapt. <laughs> dus, dat, dus dan denk ik, ik dacht gewoon van, ah ja, als je al zo... Als dat uw lullige slogan is, dan vind ik dat een logische mop die gemaakt met uw lullige slogan. Ja. Dus, gooi oh Want ja. Aan de andere kant, denk ik, als, als, als ze zeggen, pintjes, Sam, hè, ik denk dat dat ook, om eerlijk te zijn, ik, ik heb ook niet het gevoel dat dat van het slechte bedoelingen vertrokken maar nee, is. Nee, ik vond dat ik denk eigenlijk heel hard redelijk onschuldig. Dat, dat dat meer zoiets was van, hey, welkom bij de ploeg, malt. Zodat dat soort nah, ze de oekne vindt en nu bijna, weet je ook waarom. Hè? Ze lachen bijna met zichzelf. Ja. Ik vind dat bijna zo. zo ik vind dat bijna potsierlijk. Ik, dat neemt toch niemand echt serieus? Nee, maar ik vond de reactie erop dan ook weer niet een verrassing of zo. Het is ook, het is, het is ook een sign of the times dat dat ook voorpagina nieuws is. En dat er toch. Het, we leven het ook. Ja, omdat een, het polariseert, uh, hè man. Dat is ook het gemakkelijkste weer. Hè. Ja. Mm -hmm. Je hebt weer mensen die direct gewoon zeggen: oh, God, moet daarna nou weer. En andere mensen die zeggen: ja, hè. Hey, eh, en dan, natuurlijk hebben dat dan ook degene, want dat heb, dat heb ik dan soms wel, en dat is dan meer met de, minder met de trans gemeente. Ik ken er ook niet heel veel persoonlijk. Ik heb wel wel eens met een paar mensen gebabbeld. die dat... dat eh, ik, we hebben er ook eh, een en ander lijven ook meegemokt. Eh, de zanger van Live of Agony, die een Mina Caputo geworden is, en dat was Keith Caputo daarvoor, eh, waar wij mee getoerd hebben. Dus we hebben die ook zien veranderen van naar. Eh. Ja. En dat soort dingen. En je hebt daar ook je gesprekken mee en je hebt er ook dingen mee omdat je nieuwsgierig bent en je wel eens vraagt: wie ja, is dat nou of hoe zit dat nu? En bij hun was dat veel gevoeliger bij Amerikanen, want die zijn veel meer zo dat: uh, I'm a woman ja, now. Ja, 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 ja. En je moet niet meer aankomen met Keith, want die en hij nooit bestaan. Ja. Terwijl ja. ik denk: ga zit daar fucking 35 jaar geweest. Zo, dat. dat. Dat, dat is niet erg om dat te zeggen ze hebben er zelfs een term voor eh, dead naming hè wil zeggen dat je iemand noemt bij zo'n oude naam dat je van Caitlyn Jenner zou zeggen dat was vroeger Bruce Jenner dan worden mensen boos en zeggen no it was always Caitlyn en yeah. dan denk ik en ik snap van waar dat komt hè, want dat zijn allemaal zo van die dingen waar ik waar ik wel begrip voor heb maar maar wat ik altijd een beetje net mee heel dat transgender queer ding is wordt niet zo anal op terminologie dat je mensen gewoon neerknallen die eigenlijk op uw kant staan. Pas op wat Assam daar wel over zegt, en dat vond hij ook wel heel belangrijk in die uitleg was: van ja, dit is hoe ik mij voel. En ik ben één iemand binnen het super brede spectrum van mensen die dat soort gevoelens hebben. Voor sommige uh, transgenders is gewoon een, onder, een ander doen voldoende. Mm -hmm. Om zich vrouw te voelen. Mm -hmm. Voor anderen, uh, ja, weet ik veel, moet daar uh, een panty bij of weet ik veel. En anderen, moet het dan weer, zoals ik, moet het echt de volledige. Volledig, voor, ja. En ik, zij zegt, hij zegt, <laughs> mm -hmm. ik kan niet spreken voor iedereen. En voor, voor, voor de ene mens ligt dat al gevoeliger dan voor de andere. En voor mij is het zo. Mm -hmm. Wat ik wel heel cool vond, was dat hij zei. Um, ik besef dat ik daar een voorbeeldfunctie in kan zijn. Dat er nog niet veel mensen zijn zoals ik, die daar zo openlijk mee naar buiten komen. En ik ga dat doen. Mm -hmm. Ik vind dat wel, neig. Je hebt daar wel ballen voor nodig. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Want mannen zijn beter. Zo, ik heb het gezegd. We zijn ook betere feministen dan vrouwen. We kunnen dat gewoon... <laughs> Is dat zo? Dat was, een van de beste vond ik uh, Caitlyn Jenner, die vrouw van het jaar geworden was. Hè, en dat dan, uh, Ik denk dat het uh, comedian Bill Burr was die je zei... Hey, even if we turn into chicks, we're better at it than you are. He, zo, <laughs> omdat dat dan de vrouw van het jaar was. Wel goed, maar ik... ik nee, het enige dat ik daarmee wou zeggen was... was omdat dat inderdaad zo'n breed spectrum is, en wat hij ook heel goed zegt, en, maar dat vind ik zo mooi aan het feit van... Wat, wat Sam daar allemaal heeft verteld, is dat dat gaat over... Je beziet dat ook als... Ik neem dat niet allemaal persoonlijk. Ja. En dat is hetgeen dat, dat, dat mij soms een beetje stoort aan die... die uh, wacht, wacht, ze hebben zo'n naam erop geplakt in Amerika, de Social Justice Warriors. Hè, zo de mensen die dat is meestal begonnen aan universiteitscampussen, van mensen die safe spaces nodig hebben en protesteren tegen alles wat ingaat tegen hun eigen mening of hun manier. Van, van leven, hè, die zelfs dingen zeggen als uh, vrijheid van meningsuiting is minder belangrijk dan mijn recht om beledigd te zijn, ja, dan wordt het, word het allemaal heel gevaarlijk. Ja. En dan krijg je van die dingen waar ik van denk, ja, als je bij wijze van spreken 38 genderneutrale voornaamwoorden hebt, kun je wel niet van iedereen gewoon verwachten dat we die allemaal kennen. Ik denk, could you decide on one. We kunnen er zo'n marketinggast op zetten die zo'n k-goeie woord verzint, gelijk selfie. Zoiets dat blijft hangen, dat we direct gebruiken, waar we direct van weten wat dat is. En we moeten ons alleen, wordt nu zo erg geworden, is dat als iemand een foto van u trekt en zegt: mag ik een selfie trekken van u? Dat ik zoiets heb, dat is een foto. Hè. Een selfie die je trekt zelf. Ja, ja, ja. En dat het al zo raar geworden is dat ze dat niet meer doorhebben. Maar dat zijn de dingen waar ik, waar ik van bedoel. Soms heb je zo hard de neiging om ruzie te maken nu, omdat je wilt vechten voor je eigen standpunt, dat je ook vecht tegen mensen die eigenlijk op je kant staan. Mm. Maar het niet alleen, niet honderd procent verwoordelijk gelijk dat jij het zou willen. En dat had ik met dat Pinchersam-ding. Dat ik dacht, die is eigenlijk aan het zeggen, hé, hey, Goed gedaan. Maar, op een, andere maar op, een, manier. op een manier die u misschien op niet een, aanstaat. Op een misschien iets wat onhandige manier. Misschien, misschien, ja. misschien wat onbeholpen, maar daarom, daarom en dat, dat vind ik nog gevaarlijker als je begint te gaan naar de houding. Uw intentie doet er niet toe, hoe ik mij voel over wat jij zegt doet er ja. toe. En dan denk ik: nee, de intentie is wel nog altijd heel belangrijk, vind ik. Ja. Zo, ik vind nog altijd hoe dat iemand een woord gebruikt. Als mijn. Uh, 78-jarige Tante Rosa zegt Denzel Washington, dat vind ik een schone neger. Ja, die is niet racistisch bezig, hè. Die zegt gewoon, wel een mooie zwarte man. Ja. En dat is haar intentie. Haar intentie is niet van die in een plek te plaatsen dat minder waardig is. Dat is gewoon een woord dat, hé, waar je nu natuurlijk, als je ja, kader, jonger kader, bent, hoeft het ook niet meer te gebruiken. Maar, ja. maar. Om even terug ja. te komen op die, op die open brief in de morgen van uw beste... Wat is die hernaam? Elke, 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 elke Neuviel. Die dat eigenlijk gewoon je, op haar persoonlijke Facebook had gezet. Tuurlijk, maar, maar goed, dat is nu... Een, een, die, ik heb ook gemerkt dat hij er inderdaad wat, wat kritiek op gaat wij hebben die ook gegeven wat kritiek okay. <laughs> ja, <laughs> ja, okay. is... okay, okay. ja ja die is bakken shit oké oké ja en ook en ook en ook ver veel te vergaande twijfel ik helaas niet aan maar ik, ik wou eigenlijk nog iets positief van dus Laat me even doen. <laughs> <gadget> het komt goed, het komt goed. Dat maar als... Ik kelp dat wel terug naar de kloten. <nog> nee, 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 nee. Nee, 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 ik kan het goed maken. Het is ook wel, eh, want ik had er ook een probleem mee, maar ik denk dat ik nog harder een probleem heb met het, het, het gegeven van de column. He, de open brief, He, zo, je weet wel, iemand dat dan iets gaat vertellen. En, en, en doordat er zoveel zijn, devalueert dat zichzelf ook wel. Dat is ook de kracht van podcasts. Want ik had al zo aan denken, we moeten die gewoon uitnodigen. Dat was ik eigenlijk al aan denken. Dat ga maar dat we gewoon twee uur over die brief bezig zijn. Ik ben maar niet van spreken, want waarschijnlijk als die dat vertelt, dan hebben we een pak minder praat. Of misschien niet. Of misschien wel, weet ik veel. Maar dan, dan weten we wat ze gaan zeggen. Maar dat is het mooie aan dat je tegen elkaar voilà, babbelt hoe dat tegen je overgaat. Ja. Langs de andere kant denk ik dan ook ja. weer van, ja, dat is nou eenmaal zo, dat, dat begin ik zelfs al wat te merken. Ja, ik kun, als je iets zegt en je zet het online, moet ook niet achteraf... Uh, op, alleen, je kunt je niet altijd verschuilen achter ja, ik heb het op mijn Facebook, dit of dat. Het is mm. nou eenmaal... Als je niet wilt dat iemand het ooit hoort, dan moet je het niet schrijven. He, dat is niet mm -hmm. dat alles. Ik heb niet gezegd dat, dat scheldpartijen en walgelijke stuff door verantwoordelijk verantwoord Maar dat is een andere discussie. Maar ik had wel zoiets van. Wat, ge, wat ga je er juist over. over, over um, met mm -hmm. die Juppeler en dergelijke? Je al zet iemand hier en je krijgt een heel ander beeld. Dat is ook geen dat we vaak. als we complimenten krijgen over deze podcast. is het ook vaak van. Wauw, ik vond dat eigenlijk niet zo'n toffe persoon, maar dan heb ik er twee uur. Hé, de Maarten Baudry bijvoorbeeld, <laughs> die hebben we terug tof gemaakt. Hé, sorry Martin, maar het is wel zo. Ja. Dus ik maar zeggen, die stuurde zelfs naar ons. Ik was een lul klaarblijken, <laughs> zo voor dat eerder te meer zetten, terwijl dat, dat is inderdaad alles behalve een lul. Ja, dus, uh... Ik ben naar deze podcast beginnen luisteren um, omdat mijn lief die luisterde voor mij. En ik had, had dat nog maar gestuurd. Ik had, just, ja, ja. Ik had u dat ooit mm -hmm. verteld, of uh, een compliment van, van gegeven, dat mijn lief had gezegd van oh, iedereen die ik hoor in die podcast, vind ik zalig. En komt daar, vind ik in één keer sympathiek, omdat die uh, ja, uh, hier de tijd krijgt, denk ik, mm -hmm. in eerste instantie, om gewoon te tonen hoe tof dat hem is. Um, je bent goed bezig, Linde. De scoren is hier echt. Uh... Wauw, het springt de pan uit. Um, en ja, ik had, dat, ik had dat tegen u gezegd. En dan mm -hmm. zat het ook in de podcast. Dan had het in de podcast gezegd. En dan stuurde mijn lief. Ik zit in de podcast van Alex. <laughs> <laughs> en nu zit hem er nog eens in. Voilà, dat zal wel. Slagbaby. schatje. Waarom? Hoe heet het eigenlijk met zijn, uh, hoe, Jeff heet het. Hey, Jeff, alles cool. Merci oh voor de luisteren. Ja, die zit te blinken in zal zijn motto nu. Het wel een Jeff, you rule. <laughs> <voilà>, Supercool. <laughs> Nee, maar dat is wel waar. Wat je zegt is, is heel hard waar. Want elke een veel sorry, sorry, elke een veel sorry. Nee, elke, ik kan niet zeggen. Um, wat we proberen te doen en de, wat ik wel gemerkt heb met dit te doen en met veel tegen mensen te praten is dat je minder snel, we uh, zeg dat dat conclusies meteen wil trekken bij iets dat iemand zegt. Maar af en toe merkte dan toch ook dat je dat nog altijd wel doet. Ja, ja. ja. En dat, en dat je, en zeker dat je die persoon niet kent. Weet je wel? Het is ja. altijd hetzelfde. nuance. Ja. En gewoon soms iets luisteren. Ja. Ik, vind dat kei, ik vind dat ook. Ik voel mij super amateur nu, omdat ik elke niet zo goed kan verdedigen. als dat ze dat zelf zou doen. Mm -hmm. um, ik vind dat Ik zou niet kunnen wat dat zij kan. Ik vind dat een super uh, slimme. Ik heb altijd heel veel bewondering voor mensen die durven dingen te stellen. Ja. Ik, ik ben een beetje een broekscheiter op dat vlak. Ik uh, kijk meer. Ik uh, toon. Ik zeg hoe dat ik mij voel. Maar ik vind dat nogal. Ik ben niet zo'n hele snelle stelling innemer. Of zo, mm -hmm. Een tafelspringer of zo. Iemand die afko afkomt mij. Uh, en, uh, en ik vind het zo of zo. Ik durf dat niet zo goed. Ik vind mezelf. Ik zou er meer van aan het afstappen eigenlijk. Oh, hoe ouder dat Ik word. vind mijn eigen soms echt zo'n nou, ik heb mijn als... eigen vroeger al wat bezig gehoord. Dat je zo wat dingen van mijn oude shows denkt. En ik denk, Jesus Christ man, wat een lul dat jij hier op deze moment ik wel, op dat moment was dat ook iets waar ik ofwel half verstond. Ofwel eh, op zijn minst deed om een punt te maken. He, want als comedian geloof doe ik niet altijd alles wat je nee, zei, ja, vertelt. en dan, dan trekt je het zo je... wel op flessen. Maar zodat. Maar maar dat, ja. maar, maar zo dat, um, dat je zegt van jou. Ja, ik voelde mijn eigen vroeger een seut of zo. Is dat. Is dat, is, dat, is dat ook niet omdat je natuurlijk dat je pijt dat en het geluk dat alles wat je gedaan hebt er ja, is, is altijd beeld van hè. ja, ja, ja veel mensen maken een ja, evolutie door ik denk door. ook wel heel ja. vaak van ik, ik weet niet genoeg over dit om daar nu echt een stelling over in te nemen ik denk altijd van, wacht laat me toch eerst even het volledige dossier doornemen en I get back to you mm -hmm. maar ja, dat, dat, dat doe je en dan voel ik mij soms zo, ja een beetje stom dat ik dat niet durf vertrouwen op mezelf en mijn gevoel over mm -hmm. wat ik daarvan vind. Maar als je zo mee wat vlog en met dit en zo, ja, ik, ik, ik zou dat ook niet, die onzekerheid waar je schrik voor het. dat ik is vermoed, de Ik ervan. vermoed dat ik wel door hetgeen wat ik maak een zekere stelling inneem. Dat of, doe je, of iets maar je ton... doet het niet zo on the nose, waardoor dat het gemakkelijker aanvaard wordt. Nee, en ik probeer toch ook vaak misschien... Eerder wat dingen... Ik vind dat interessant om um, dingen op een andere manier te bekijken dan dat ik eerst deed. Mm -hmm. um, ik vind dat tof om, ja. om, om, om meningen te veranderen of, of mensen te kunnen doen denken van... Ah, zo had ik het nog niet bekeken. Dat, dat gevoel heb ik, ik zelf ook graag. Ja, waardoor dat je soms je eigen mening ook moet aanpassen. Ja, natuurlijk. Ja, ja. um, maar daardoor, doordat ik dat heel vaak tegenkom, dat ik zo... Ja... Van, van mening veranderen over dingen of dat ik iets in een ander perspectief uh, zie, merk ik dat ik, ik, goh, ik vind meningen, ik vind dat er heel veel mening is. Ik vind mening mm -hmm. soms ook echt in. Ik, ik geniet soms echt van het feit: ah, hier heb ik nu eens geen mening over. Dat is uw mening. Natuurlijk. <laughs> ik vind dat zalig. Dat is waar. En superverfrissend ja. om dat ook ja. af en. Ik durf dat ook zeggen in een discussie van Sorry, mannen. Hier heb ik echt geen mening over. Dat, dat kan ik niet zeggen. Ik weet het niet. Mm -hmm. En dan ja, ik word soms zo platgeslagen door iedereen mijn mening. Dan denk ik ja, mannen. Oh, ik heb even een boek gelezen. Mm. Hetgeen dat je hebt hiermee is natuurlijk en dat, dat, dat is ook teruggekomen in een podcast dat wij bezig waren over de comments die je krijgt hè, van, van mensen die dat daarnaar kijken, wat wij ook al gemerkt hebben, is als wij genuanceerder zijn in onze gesprekken, dan worden die comments ook genuanceerder. Ja. Voor een of andere reden beginnen meer en meer mensen ook dan te zeggen hé, hey, deze is tenminste een discussie, of wauw, tof gesprek, of mij, ik had die mening ja, ja. over die persoon, maar nu... Omdat er tijd is voor nuance ja, natuurlijk omdat wel, je, Omdat je dat denkt, omdat je dat kunt geven, ja, maar dat is... Het enige dat je dan moet zeggen, is dat je er dan maar tijd voor moet pakken. Hè? Ja, ja. Want veel meer dan dat kun je gij, ook niet doen, natuurlijk. Jij hebt dat met je vlog ook gedaan. Ah, je ja. wist, je moet er niet op antwoorden, maar je wist of je zou kunnen denken dat, oké, okay, ze gaan een vlog maken. Er zijn mensen die altijd haten. Ja. Altijd. Je redt een klein in het kanaal en die haten. Ze kunnen niet anders. Dus je doet je vlog, dat komt uit en dat was, dat was top. Dat is objectief top. Kun je, dat was gewoon goed ja, dat ge, 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 ja, hoe moet ik dat zeggen je voelt toch die, die dynamiek dat tegenwoordig ja, kan ik ben er, ook al, ben er ook al beter in geworden om zo, eh, inderdaad de haters kunnen haten, ik ben er ook al beter in geworden om dat weg te cijferen en vroeger had ik nogal de neiging om dan uh, er een dag slecht van te lopen. Of alleen maar dat te zien. En dan alle andere toffe dingen die werden gezegd. Om, om daar dan geen aandacht aan te besteden. Maar dat kan ik wel beter. Het is zoals dat jij daarnet zegt. Uh, mensen die alleen maar geliefd worden. En niemand hebben die zeggen. Oh, die vind ik kak. Well, dat is saai. Hè? Thomas de Soete. Dat is een van de eerste dingen die hij mij ooit heeft gezegd. Mensen met alleen maar fans zijn. Super saai. Mm -hmm. Ik vind dat juist. Bestaan die eigenlijk? Zijn die er? Er zijn misschien mensen waar minder rond te doen is, denk ik. Die minder, minder door, door nou, gewoon, midden... Nou, gladde, ja. gladde types. Ja. Die, ik zal het zo zeggen, je hebt mensen die ervan houden en de rest doesn't care. Ja. Dat is eigenlijk wat ja. dat is. He, dat je, je niet druk genoeg mag daarin om te zeggen. ik kon die gast hier of die, hein, die vrouw hier kapot maken. Ja, Zo'n mensen zijn er misschien wel. Ja, dus wat ik ook nog bij bij, want ik was eigenlijk zo ik ze met een draad kwijt, ik mm -hmm. heel gelukkig niet op. Maar ik eigenlijk wel zeggen. <laughs> Niks van <fijn> gemerkt. Die <laughs> uh... Endless Rambling that went nowhere. <laughs> <laughs> nee, waaronder wat, wat in die comments, je kunt ook wel, denk ik, mensen. Um niet opvoeden, want dat is heel pedant. Maar je kunt ook wel door positieve content. Ik zal het zo zeggen: als jij bij mij niet van spreken, vijf jaar geleden in het ochtendblok uh, zotte Linde deed, en jij in dan weten er zijn mensen die, die verliefd zijn op u, vrouwen die willen zijn zoals je en je het cynische vindt die denken, he, helemaal kut. dat, dat, dat weten. Ja. Dat is zo. Maar dat kiesde voor. En dat is de bloeds met de bal, dat is wie dat je zei. En je deed dat ook keihou. En dat is de discussie van 30 seconden geleden. Polariseren. Alleen mensen die het een doen, en Maar nu, als je zo'n vlog maakt die, je, die je daarover is. Ik merk dat ook bijvoorbeeld. Uh, omdat ik ook wel veel sociale media. Zeg, gaan we niet meer. Maar anyway. Vreemd doe. Als comedian. Uh, mem, mem, mem. Hetzelfde. 50% God. Andere 50% kotsen. Die podcast. Ik zeg niet dat het 100% is, dat is ook niet. Maar dat is, dat is gedaan, bij mijn van spreken. Ik zeg niet dat je er niet rijkerder geworden maar gewoon puur, dat is bijna als, al als, vrij. Als persoon mm. wel, Jij, Andries. Ja, als persoon wel. Uh, Onschatbaar. <laughs> maar ik denk met je vlog bijvoorbeeld, dat, 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 dat is zo'n... Ik wil zeggen, als we content... Je kunt, je kunt die comments ook een klein beetje minimaliseren. Anders wordt er nog trolling. Maar dat hmm. moet je sowieso niet meer nee, ja. doen. Ja. Ja. Op een bepaald moment houden we het ook op. Op een bepaald moment geeft het dus ook niks is meer. Het is ook hè. gewoon goed? Ja. Dat, ja, is, dat is ook wel, wel Als je dat, dat verhaaltje is. van die kop ja, dat ja. moet al van heel slechte ja. wil zijn als je daarover gaat beginnen zagen. Terwijl inderdaad, als je, als je, als het studio want het was niet alleen meer met de Studio Brussel, uh, de, de, uh, dat je soms kon hebben, dat mensen dachten wel God die is wat uh, te druk voor mij. Ja, dat is ook een smaakding hè? en dat mogen we ook nog altijd hebben. Ja, ja, absoluut. Mm -hmm. En daar, daar is ook, ja, dat is ook gewoon de radio die wij mm -hmm. maken. Hè? Dat is, ja, dat, er zijn bepaalde regels. Uh, zoals wij draaien zoveel platen per uur. Wij babbelen zoveel minuten per uur. Um, en ik heb er op een bepaald moment uh, voor gekozen dat ik dat tof vond. Om. Um Radiopresentatoren te horen met een zeker karakter. Ik vind dat tof. Ik hou van Peter van de Veyra omdat dat Peter van de Veyra is. Ik hou van uh, Thomas de Soete omdat dat, omdat dat hij is en niemand anders. Mm. Ik hou van Sophie omdat dat Sophie is en omdat je niemand anders kan zo klinken als zij. Jan Houtekiet ook je al. Ook heel hard mee. Ja. 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 Niet om het tegen te doen. Christophe Lambrecht. Christophe Lambrecht, ja. ja, inderdaad. En daarvoor moeten je... en Christophe is een keihard voorbeeld. Je moet niet de beste moppen vertellen, maar je moet wel, vind ik, als radiopresentator, je krijgt die plek, ja, gebruik ze dan wat, goed. Wat maakte hem zo bijzonder? Want je merkte wel dat toen net hij stierf, dat voor heel Vlaanderen was er nou eens voor een keer niet één slecht ding over iemand te horen dat heen gegaan was. Nee. Um, Christophe... Um was er eerst en vooral al heel lang, hè? Mm -hmm. al, uh, al, al denk ik meer dan twintig jaar op dat blok. Um, dus hij heeft al iets heel vertrouwd. En dan is Christophe ook nog gewoon wie dat Christophe was. Um, ik ken niemand die zo hard klonk op de radio als dat hem was. Mm -hmm. Zo um, uh, lief. Integer, uh, grappig, die je wist. Ik ken niemand, ik had het er toevallig deze week nog met collega's over. We waren naar een of ander obscuur uh, plaatje aan het luisteren. Ik zei van, maar Christophe, die wist nu toch echt van alles, alles mm -hmm. op muziekvlak. Dat is zo zot, wat voor een encyclopedie. En die had vooral ook echt. Um, Super veel liefde en respect voor zijn luisteraar. Als wij uh, bellen uh, met mensen op de radio, dan doe je een voorgesprek. En um, bij uh, de ochtendradio, dat is zo hectisch, dat uh, is, is een, een, een redacteur die dat dan doet voor u. Van Hè, ja, straks komt je op de radio bij Linde, ik hang je mm -hmm. klaar. En op een keer um, heb ik Christophe dat horen doen, hoe dat hij dat deed met zijn. Uh, met zijn luisteraars en dat was zo schoon, en, en op de dag nadat hij gestorven was, hoorden ook, ook iemand een luisteraar die konden dan zo op een antwoordapparaat vertellen wat ze zo schoon en zo tof vonden aan Christophe. En dat was een gast en die stotterde een beetje mm -hmm. en die had toch de moeite gedaan om te bellen naar de antwoordapparaat. Dat zou niet, mm -hmm. niet, niet zo simpel geweest zijn. Dus die, die uh, vertelt van: Nou ah, ja, ik kwam bij, bij ik. Christophe op de, op de radio. En ik kreeg dan eerst uh, hem aan de lijn nog voordat we echt op de radio gingen. En ik, ik babbel met hem. En dus gelijk dat ik gewoon met, met een maat aan het babbelen ben. En ik was direct op mijn gemak. En toen mocht ik op de radio om te vertellen over de, de drie platen die ze dan hadden gekozen op zijn mm -hmm. bureau. En die gasten en ik was ik nerg content. En ik heb dat goed gedaan, denk ik. En ik vond dat zo schoon, omdat dat exact is wat Christophe zo goed kon. Um, mensen op hun gemak stellen. En ja, dat is gewoon een van de liefste mensen die ik, die ik ken. Ik, ik vind dat nog altijd zo raar dat ik in de, de verleden tijd moet praten. Um, want dat, was, dat vind ik echt keihard moeilijk. Dat was echt de afspraak niet. Um, Christophe. Uh, was voor mij, ja, een van de, van de collega's die, die ik het vaakste zag, door het uur waarop dat we werkten, en dan daardoor ook een vriend geworden de afgelopen jaren. Wij woonden ook vlakbij elkaar, dus we zagen ook elkaar heel vaak daar buiten. Um, ja, dat was met een dikke vriend, en, en ik kan dat nu nog altijd niet vatten. Dat die er niet is. Ik, dat, ik ik kan dat niet vatten dat hij er niet gaat zijn op het moment dat ik ga trouwen. Ik kan dat niet snappen dat hij dan geen plaatjes gaat draaien. Ik kan niet trouwen, de mannen, voor alle duidelijkheid. <laughs> you heard it here first. HLN <laughs> luistert mee, dat weet ik niet. Ik ga niet trouwen. Uh -huh. um, maar, ja. Maar gewoon de mogelijkheid dat als je het zou doen, dat je weet, ja, dat gewoon niet de DJ's zijn. Nee, nee, ik vind dat zo zot. Ja. Uh, dat was niet dat was, de afspraak, dat is een mooie zin eigenlijk. Dat was echt, echt niet hoe dat we het hadden afgesproken, dat was niet hoe dat ging zijn. En ja, ik vind dat superschoon om zo uh, te voelen dat ons luisteraars dat ook gevoeld hebben, hmm. wat voor iemand dat, dat was. Dat was heel universeel. Vond ja, ik. Dat en, heel maar tegelijkertijd op. ook iemand, net als iedereen, met... Um, zijn uh, zwakheden ik, en, en we hebben ook ruzie gehad en ik vind dat zalig. Ik denk niet dat er veel mensen die al geweest zijn die ooit al ruzie hebben gehad met hem. maar ik wel. Um, well done you. <laughs> um, en, en zijn onzekerheden en zijn maar oh ja. ja we zijn een speciaaltje verloren daar. Zo spijtig. Ja. ja ik vind hem nog elke dag. Christophe Lambrecht, rest in peace. Ja, ja man. Zo gaan we niet eindigen, man. Deze is te deprimerend. <laughs> wat wel grappig was, dat je er straks zei, want ik voel mij soms zo'n seut, omdat ja. ik dingen niet zeg of zo. En dan dacht ik, hetgeen dat direct klaar was, was ja, je doet ook de zeutigste aflevering ooit gemaakt in een BDSM-kamer die er <laughs> kon bestaan. Een flanellen pyjama. Een vrouw, kijk onnozel, maar als je in zo'n kamer zit... Buiten onnozel doen, hè, wat je doet, wat je zo die dingen zie hangen ja, ja. Hadden zin om daar iets mee te doen of niet? Um, nee, ja, omdat ik daar was met uh, mijn beste vriendin. Mm -hmm. um... Als wij daar samen zijn, Andries, dan was ze niet van de muur gegaan. <laughs> um, nee, nee, nee. Wij, wij lagen ook in een flanel op en even niet in Maar ik moet wel zeggen, toen, dat, toen dat we daar zijn buiten gegaan, ik, ik heb Hand op het hart, Alex mm -hmm. en Andries. Ik heb sindsdien nog niet met zwepen of weet ik veel geëxperimenteerd, maar ik uh, snap het wel. En dat vind ik voorlopig voldoende. Ik snap het wel mm -hmm. ergens. Van hoe dat ik hebt nog niet de neiging komt. gehad om het iets te boeken. Nee, ik heb het... Nee, nee. Ja. Zot, dat kost ook... Jeff, je uh, goed luisteren. Jeff, vriend, luister, Thijs <laughs> nog eens over haar. <laughs> nee, ik heb nog niet de neiging gehad, maar ik vind, ik vind het al boeiend. Ja, wat ik zei, dat ik dat, ik dat zo tof vind om ergens... Van gedachten te veranderen. Om, mm. om, om zo het, het vastgeroeste beeld dat ik daar dan over had, van hoe dat, mm. dat dan was, dat ik voel dat dat verandert. Ja, mm. Dat geeft mij super veel zuurstof. Ik vind dat tof en verfrissend. Ja, want was een vuurtoren niet uit de tuur kwam? Vond dat ook heel funny, zo die je zien hoe rosser het dak, hoe netter ah, de ja, kelder ja, hè, Oh my God. Dat ik er nou juist over aan het nadenken was. En je hebt dan zo als vuurtoren meegedaan met uh, Safi en, uh, en Spray. Ja, ja, dat was eigenlijk voor een programma lang, lang geleden. Um, dat ik eens een rap song heb gemaakt. En dan hebben Safi en Spray mij geholpen. Mm -hmm. En dan, hé, uh, hey, de lyrics heb ik zelf geschreven. Very was well ik... done. Ja. Er is al zeker die in de zin blijven hangen. Hè? Ja. Hoe rosser dat dat hoe Ja, maar ja, dat, ja. Wordt, dat wordt in elk café waar dat ik ben opgegroeid, wordt dat gezegd. Hè? Mm -hmm. ja. Als maar... je daar binnenkomt... Ja, was het echt eigenlijk... een... in oost die opgegroeid, Ja, ik ben uh, af... afkomstig van uh, Exaerde, Lokeren. Ah, oké. Okay. All right. Ja. ja. Niet zo heel ver eigenlijk. Niet zo ver? Maar, uh, maar wel een andere wereld. Een andere wereld en een mm. andere taal ook. Mm -hmm. um, dus wat, is, de... wat is het accent zin dat je eigenlijk spreekt? Als je Amai. niet kunt het nog? Ik heb het nooit echt super goed <coughs> gekund, maar mm -hmm. Alex, daar ga ik mij even op moeten concentreren. <coughs> dat is meer een beetje gelijk deze, dat ze door spreken. Mm. Op deze manieren. Uh, wordt daar gesproken en uh, ja, dat is de was. Dat is de was. Dat is uh, op deze manier. En als je naar nou, nou de winkel gaat, dan vragen ze moet je zakken <laughs> <laughs> Het is vrede. Ja. Ja, het is allemaal vrede. Dat is, dat is wel, oeh, dat is wel zot dat je vaak merkt dat mensen die echt voor de radio al jarenlang werken, hè, die zo bijna een soort accentloos Nederlandse gaan beginnen spreken, of toch een soort hè, veel meer algemene klanken, als je die dan vraagt om terug te gaan naar hun origineel dialect, die hebben het er allemaal moeilijk Amai, mee. maar dat is heel moeilijk. Ja. Weet je wie dat, dat er Die moet iets eens vragen. Peter van de Vera. Ja. Die, die komt uit Waarschoot. Dat lijkt ja. er een beetje op Worschut. Uh -huh. En die zijn Worschut. My God, je lacht je een been uit. Ja. Dat is zalig. We hadden, de, we hadden niet zo lang geleden uh, Lien van de Kelder hier, ja? Ja, 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 ja. en die komt uit kortrijk. Ja. Amai. En die ook een stuk uh, jo, Kortrijks gedaan. Ja, 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 ja. En dat was, uh, die deed dat heel goed, maar ik het al ontdekken Was hier klopt kevyl niet. Dat, dat beeld, ja ja ja. ja, ja. Dat, maar, ja. hey, maar wel zo. goed dat Lien van de Kelder is langsgekomen, want ik was iets door het lijstje aan het gaan. Mm. Niet beginnen, hè? Ja, Niet maar beginnen, het is zo, hè. mannen. Hey, we doen ons best. Het hebben we hebben trouwens in de aflevering met Lien van de Kelder en met Kikkerap ondertussen gegoogeld. En dan hebben we het over alleen Elvis blijft bestaan. Laten we voor de gemakkelijkheid zeggen, dat is, dat is de top van, van interviews: Long form interviews. interviews. Ja. Twee of 23 van de 82. Ah, mai. Ja. ja. Dus, we, al, we doen ons best. Ja, en we ja. hadden ook een gesprek met uh, um, Julian, hè, die, dat die een boek geschreven Julian heeft. de Bakker. Ja. Julian de Bakker, die heeft zo'n boek geschreven over songwriting. Dat is zo'n kerel die in hier ook gezeten heeft. Hè, en die vertelde ook bijvoorbeeld dat hij heel graag hè, een 50-50 had gehad in zo'n boek. Die wou dus een, een soort evenveel mannen als evenveel yeah. vrouwen interviewen. Dus heel moeilijk en heel veel vrouwen doen het niet. Hij zegt ik heb er heel veel benaderd, die hè, vriendelijk hebben bedankt of toch een klein beetje meewarig stonden ten opzichte van ja ik doe net toch liever niet. Ah, ja. En wij hebben ook al moeite gehad met sommige mensen, zonder dat we namen gaan noemen, maar dat je echt zegt, het is moeilijker om ze tot hier te krijgen. Ja, maar die hebben zeker gevallen. nog niet geluisterd. Ik moet zeggen, mocht ik niet geluisterd hebben en je zou het mij gevraagd hebben, zou ik, ik... Ik heb al heel mijn carrière een beetje schrik van u. Dat is zo. Waarom? Omdat jij heel intimiderend overkomt. Waarom? Omdat ik... je heel luid zet. Dat is luid, ja, oké. Okay, maar ik ben, toch niet, ik ben toch geen. Nee, maar je zet ook heel grappig. En <laughs> ja, je kunt gewoon niet. Je, niet dat dat mijn bedoeling ja, is om is over een... mensen te gaan. Ja, Laten we het altijd laat wel... even uitspreken, Alex. Ja, gewoon, ik ben altijd zo. Uh, ik begin dan ook zo wat uh, uh, te stotteren. Altijd als ik u moet interviewen, dan begin ik zo wat te stotteren en wat... Ik voel mij altijd zo aan een stoethaspel. Oh, een wat? Een stoethaspel. Wat is, wat is een, een stoethaspel? Sukkel. Leg het even ik voel uit. Ik een sukkel. Het woord van de dag is stoethaspel, dames ja. en heren. Stoethaspel. U ja, omdat jij ook heeft. super confident overkomt. En dan, ja, ik ben nogal snel geïntimideerd. Oh, ik vind dat Het geen grappig. dodelijk is, voor, nee, dat is, wel, dat is wel... voor een radiopresentator. Het is wel zo, bij Studio Brussel is het dan eigenlijk wel veel vrouwen. Ja, hmm. ja. Ai, de, ja. Maar ik het zeggen? Het is een beetje tennis, hè. Ik wil zeggen, de, de supersterren zijn vrouwen. Ja, klopt. Mm -hmm. Ja, we hebben Eva, Michel, uh, ik, Kirsten, ja. niet te vergeten. Siska, die zit nu bij Radio 2. Ja maar, en, ja, maar, maar, ja, maar dat, ja, was, was ook, Finn, ja. dat is ja, ook ja. wel een van de uh, um, leading ladies. Ja, ja, ja heel zo. veel. Ja. Ico Duister, uiteindelijk. Ja. Hè? Die er nu ook niet meer bij zit, maar wel ja. ook heel belangrijk is geweest. We gaan dat wel Zeker. doen. We zijn er wel maar mee we bezig. Maar we doen ons best. Ja. We proberen... Jij zit hier. Ja, en we, we hebben lean we hebben net gehad, een week of twee geleden. En het, we gaan, we, het is niet dat dat hier de bedoeling is, dat dat hier een sociaal wordt. Zo. Dat is goed. Het is gewoon alleen... Ja, voor een of andere reden is dat veel gemakkelijker. Je Ik zal straks nog eens meer. een lijstje Hij ah, Wel, doet dat. Ja. Nee, zeven. Ik meen daarna nou echt. doet dat. Want wij zijn ook heel de tijd tegen elkaar bezig. Wie, wie, wie? wie en je wie maar zoeken. het zoeken. Uh, wie heeft er... Wie, uh, wie is er gemakkelijk? Hé, hey, oh, 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 dat roos in je tak met die natte kelder, die gaan weer pakken. Ze beet gewoon die gordijnen het. dicht ik en dan wordt het weer feest. Je hebt gelijk dat je geïntimideerd en wordt. En dat is wat mij bindt met Lien van de Kelder. V Valt het nu eigenlijk aan? Ah, Wie had het ooit gedacht dat ze iets, is? Eh? six degrees of separation, zitten nog geïntimideerd? Nee, nee toch? Nee, nu ben ik op mijn gemak. Nee toch? Ja, oké. Okay. Ja, gaan we ja. dan nu beginnen? Ja, we, zullen, we zullen nu eindelijk beginnen aan de post. Het, het, het voorinterview het het voor is gedaan. Ah, ja, goed. voilà. En nu spreek. komt dan het interview met de tien droevigste vragen en het vlakste interview. We gaan, ooit. We gaan beginnen met, um, <kwijnt> 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 welke kleine dingen maken je blij? <kwijnt> Wanneer is het laatst dat je nog eens boos geweest bent? Zie maar, zo van die vragen, daar kan ik niet op antwoorden. Zo. Uh, wie zou je het liefst zelf eens willen interviewen? Oh, <kwijnt> daar ben ik nu al bij. Oh. Reese Witherspoon. Oh, kijk, en waarom? Omdat ik dat, ik vind die zalig. Waar heeft die nu toch die een life? Dat is fantastisch. Dat is hè? toch niet normaal? Dat is fantastisch. En weet je wat ik daar zo zalig aan vind? En het past weer in het rijtje van hè, hoe je mening soms kan veranderen over iemand. Ik kende die alleen maar van Legally Blond. Ik mm -hmm. had daar een mening over. Die had ook zo het koppetje van een mopshond. Hè, die zo tegen, zo een hondje <laughs> dat tegen de muur is gelopen. Die heeft zo een dom koppelje. Dus ik dacht, ah ja. Dat mm -hmm. is ze dan, Reese Witherspoon, een dom blond actrice. Maar dan in één keer verrast hij mij mm -hmm. en blijkt hij fantastisch te zijn. Die heeft daar een eigen boekenclub, die leest boeken, die, de beste pikt ze eruit, daar koopt ze de rechten van op. Zoals dan ook die in Big Little, Big Little Lies, Lies van die Leanne Moriarty is, mm -hmm. is gekomen. Ik vind dat genius, hoe dat hij gewoon een probleem heeft uh, gedetecteerd, namelijk. Als vrouw ben ik ik eigenlijk niks meer waard in deze rare wereld die Hollywood is, want ze kreeg alleen nog maar mogelijkheden om stomme rollen te, te spelen. Dus zegt hij, oké, okay, doe het zelf. Mm -hmm. En die stamt daar iets uit de grond. Allee, wat is die toch aan het doen? Dat is, dat is toch, ik ben nog niet begonnen aan seizoen 2, dus nog niks zeggen. Ik ook, maar, niet, uh, ik ook niet, ik wil het ook nog zien. Ja, ja staat op ik vind, play. Ik vind het uh. bangelijk. Ik vind het echt fantastisch. Ja, ik vond het ook fantastisch. Ik vond dat ook vooral een krachttoer van acteren, maar van iedereen erin. Want ja, ja. Je, je, wat, dat is meestal waar je toch de, de enorm goede reeksen onderscheidt van de minder goede. Soms zit ook een heel hard onevenwicht in acteurs. Ja. En dat je soms ziet, dat is echt. Ik zal nu maar zeggen, veel van die Marvel reeksen op Netflix hebben daar heel hard. Zo'n enorm onevenwicht in. De hoofdrolspeler no is een keigoede acteur, maar die is een sidekick, zo net niet. Ja. En je voelt zo. En in die reeks, dat is gelijk Sharp Objects. Heb je dat ooit gezien. Nee, daar, Maar een Marvel, u... daar ken ik ook niks van. Nou, nou, dat is, moet ik allemaal is, nog is inhalen. Is maar ik ga dat niet, doen. Is hè? Ook niet erg. Als je dat wilt doen, moeten we dat doen. Zullen we het er ooit wel eens ik over heb hebben? Ik gehoord dat die laatste. Ik heb een Sorry. Deze, Sorry. Deze, Captain, oh. Captain Dingeskes. Jawel, dat is de beste film ooit. Ah, voilà. Captain maar ik heb Dingeskes. gehoord dat de Captain Dinges echt supergoed is. Jesus Christ, wat lief... ze wij hier aan het doen? Jongens. <laughs> Jongens. Dat is, mijn dat is, lief heeft net gezegd, is, je is... moet ze eerst allemaal gezien hebben. Je moet ze in de... En dan pas ga je kunnen lachen en mee zijn met de dingen die Jeff, later terugkomen. je hebt weer al gelijk, Captain oh Dat is het equivalent van, wat vinden we van mijn nieuwe bloesje? Ja, had jij dat gisteren al niet aan omdat dat, om geen, om dat, dat ook niet met zwart-wit was Sorry. Kijk, alweer een wereld ik, ik zeg niet dat me niet interesseert alweer een wereld die mij boeit en waar ik mij in ga verdiepen ik heb onlangs mm -hmm. naar mijn eerste uh, zo Japanse tekenfilm gezien van die manga films Ma. ja, welke Ma. heb je gezien um, die seksdingen dingen waarschijnlijk nee niks met, sex. met tentakel niks met porno sex. Uh, nee. um, <laughs> oh, maar het was een hele mooie... Ja, nu ben ik natuurlijk daarna. Is dat op... zo die Studio Ghibli films? Ja, ja, dat ja daar ik was wel. het van. Ja. Um, over een van. Princess Mononoke? Nee, Spirited die... Away? Spirited Away. Ah, de, ja, de klassieker. Dat was ja. heel mooi. Ah. Ja. ja. Dat staat er ook ergens. Ja, Akira, dat moet ik ook zien. Dat is een heel ander paar mouwen, maar dat is ook een klassieker. Ja, eh kijk, Akira. maar dat bedoel ik dus met Captain Dingskes. Captain dat Dingskes. dat iets is wat ik nog niet ken. Maar Dus je hebt gelijk. Ga ik ik ga begint mee gewoon mee bezig bij bezig Iron are. Man en ziet hij allemaal in volgorde. Dat zijn er 22, dus je gaat wel even bezig zijn. Okay. Ze zijn niet allemaal even goed, daar kunt je ook over discussiëren. Maar, dan moet je maar wat door. dat wel is, is ja, dat is ook niet vreselijk. Hè. Er zit er geen <laughs> ene bij dat afschuwelijk is, vind ik persoonlijk. Dat hangt er af van, van wie dat je het vraagt. Hè. Maar wat dat wel is, is dat hij heeft een lijn en dat is heel duidelijk dat die een plan hebben en dat dat ergens naartoe gaat. En dat dat allemaal aansluit bij elkaar. Ja. En op zich vind ik dat, ongeacht hoe goed of hoe slecht dat je dat vindt, vind ik dat een nog nooit geziene krachttoer in de cinema. Dat je dat tien jaar doet, dat je eigenlijk begint en tien jaar later zegt, zo, die fase is nu gedaan. En dat eindmoment was ook echt een moment, dus ook, is ook in de cinema. Het is niet gedaan. Hè? Dus het gaat nu verder, want nu hebben we Spider-Man. Ah, ja, ja. En dat is eigenlijk hetgeen dat zich na, afspeelt na de laatste event van die laatste Avengers film. Maar wat dat gewoon is, is, die, 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 die hebben altijd in fases gewerkt. Maar deze, de, die laatste Avengers-film was een zijn afronding. Zijn op mij. Ze zijn niet meer zijn mee? zijn yo, mee? yo. Ik, ik heb zin... Fases, Avengers. Oh. Ik, ik, ik ben, oh, ik, ik ben in het Ik aan <laughs> mijn best zeg toe. Ik zeg het ik, ik ben het aan het proberen doe, zo logisch als mogelijk het te leggen. Ik moet me concentreren, maar ik probeer... Ik, ik onthoud. Ziet hij gewoon Samen al aan tweeëntwintig? Samenvat het, kijk voilà, ja. kijkt er naar en dan ja, zullen we het er ooit wel eens over hebben. Gaat ik wil toch nog iets vragen. Je doet die vlogs, je hebt radio gedaan, je hebt vlogs gedaan. Dat loopt goed. Heb je zoal eens gedacht van... Is dit het op vlak van visuele dingen? Is het eindstation? Of denk je zo ja, documentaires maken? Uh, want die vlogs, hoe cool dat dat ook is. De kracht van de vlog is dat het kort is. Maar ja, het, is ook het zijn dan nog dat... wel een paar dingen die ik wil maken. Um, maar dan denk ik, ik altijd automatisch in online. Um, omdat ik dat super plezant vind om te maken. Dus ook niet um, dat mijn taak erop zit als, als, ik, uh, als het is opgenomen. Um, dan uh, kijken Arnoud en ik samen naar. Uh, we hebben allemaal gefilmd. En dan beginnen we dat verhaal te puzzelen. Dat vind ik een, een groot deel van de pret. Um, maar er zijn wel nog een paar dingen. Uh, ook nog longer vorm. Die ik graag nog zou maken. Maar dan wel online. En wat voor lied zou dat dan zijn? Dat zeg ik niet. Ah, dat hou erop op. Nee, ik zou heel graag. Um, ja. Ik ben. Ik, oh nu. Oh, dus, ja, maar. Dus daar ben ik over aan het chicken. Ik ben aan het chicken over... Uh, uh, ik wil heel graag iets maken over lezen. Um, ik lees graag mm -hmm. en ik zeg tegen iedereen van hoi, 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 ik ben nogal eens een snelle lezer, maar ik heb een heel groot probleem met concentratie. Um, ik lees niet meer. Um, ik vind dat super frustrerend. Uh, dat komt door mijn gsm. Daar is dat ben omdat ik... dat iets is dat je vroeger wel veel gedaan hebt? Ja, ik heb vroeger ja. echt veel gelezen. Mm -hmm. Ik was een... een de GSM is uh, God voort, en de GSM is veel Ja, ja dat is het. Ik heb oprecht, en nu, ik ben heel blij dat hem daar, ik weet, ah ja, daar ligt. Maar ik heb oprecht de attention span van een goudvis. Dat is zo storend. Ik erger mij daar mateloos aan. Dat zelfs op een moment dat ik uh, bijvoorbeeld gisteren een vrije middag heb en denk, oh, ik heb zin om even te lezen. No can do. Ja. Onmogelijk. Heb je, je ooit al geprobeerd, als je er in je studio zit, en je, je zit met aftelklokken of zo, ja. hè, als zo de reclame voorbij komt, dat je denkt, ah, ik heb nog juist vier seconden even te zien om een mail te checken? Natuurlijk. Ah, Natuurlijk, ah, ik doe het constant. <laughs> maar ja, je zoekt de limieten op. Hè. Maar ook zo, ja, bij dat lezen, ik, ik erger mij mega hard aan mezelf, dat ik dan... Eh, je zit dan er even in, maar dan lees je iets en dan zeg je, oh, oh dat is straf ga ik eens even opzoeken. En dan zitten we weer begonnen op uw telefoon. En dan zitten we weer zeven vensters verder. Is, is, en voordat je het ja. weet, zetten we een Instagram van Kobe Ilsen aan te checken. Zo eindigt het dan. Ja, wat een schone vent, Kobo Nielsen. <laughs> Godverdomme toch? Inderdaad. Kobe, Ja, dat is inderdaad. Ja, ja. Ik zijn even weg naar. Ik was even in Kobe Ilsenland. Sorry, chef. <laughs> en van dat lezen, echt gewoon over over de de art of reading of, of gewoon een literatuurstuk. Nee, over uh, lezen, alles wat er er rondhangt eigenlijk. Over ja, ik wil ik wil eigenlijk is mijn vraag, kan ik van mezelf terug, terug een, een lezer, lezer maken? maken? Lukt dat mij? Dat kan. Want nu met een 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 lees in de in de zomervakantie lukt het mij om een beetje te lezen, of als ik zo echt um, moet lezen voor iets wel bepaald. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld binnenkort uh, doe ik zoiets voor de vooruit en dan krijg je zo'n paar opgelegde werken en dan moet je daar een avond over gaan kletsen en daar zeg ik heel graag ja op, omdat dat mij verplicht om te lezen. Het liggen twee, ik, ben, ik heb ze gekregen, het zijn twee zalige boeken, ik ben blij dat ik die ga moeten lezen, want ik ga dat doen. Ik ben een mm -hmm. strever. Maar als het niet <laughs> moet... Ja... Ja... Ja, het is echt. Het is, het is een strijd. Het is echt een strijd. En ik vind het zo droevig, want ik wil zo graag lezen en het ergen is. Ik kom in een boekenwinkel. Ik koop iedere keer. Als ik, er is hier om, om de hoek in de, in de Wolstraat, hebben de Groene Waterman. Mm -hmm. Wat een briljante boekenwinkel is. Ik kom daar, ik koop sowieso één, twee, drie boeken. Mijn, boeketa, mijn boekenkast bulkt. Je moet iets opzoeken. Er is in het Japans een woord. Uh, Japanese word for. Um, boeken die je nog moet lezen. Dus die hebben een soort van woord mm -hmm. dat staat voor de boeken die daar nu eenmaal staan. Ja, ja, ja. ja. Tsundoku. Dat tzundoku. is het. Okay. Hoe omschrijven ze het? The desire to buy more books than you can ever read is so universal. There's a Japanese word for it. Ja. Tsundoku. Voilà. Ik heb, ben een enorme tsundoku leider En dit is een combinatie tsunde, which means. is wel grappig tzunde, ah. tzunde, het is een uh, samengesteld woord, stunde, which means to stack things. Ja. En dan Oku is. Uh, ah, which means to leave for a while. En Doku is which means to read. Dat zijn precies drie werkwoorden. Ja, dat zijn altijd van die samenstellingen. Hmm. So, yeah. Maar ik, ik herken het wel. Denk veel mensen herkennen het. En je merkt dat ook. Uh, dat, dat, vaak, dat is niet alleen mee lezen, hè? Nee, niet om terug over seks te beginnen, want dat, precies dat we daarop aansturen, maar daar heb ik ook eens een studie van gelezen: dat het hé, in bed nog liggen en, uw, en nog uw, uw whatever checken, uw sociale media, want laten we eerlijk zijn, dat is het meestal, dat dat dus ja nefast is, omdat ja, dat tuurlijk. vaak, dat was voor de smartphone, het moment dat er procentueel wel ja, gepopt weer Mm -hmm. En dat is, uh, ja, dat is... Je ja, het woord gepoept, je zei, dames en heren, we hebben het gehoord. We kunnen het expliciet op iTunes zetten. <laughs> pling. Want van Linden was niet nee, al... het niet gekozen. meer haar zeutig gedoe in de BDSM. het Jezus jongens. Christus. Niks er gedaan. Alleen een pyjama aangetrokken. <laughs> dat was dat was een zem. Het was Oei. er te warm in, je had een pyjama aan. Wat eigenlijk ook redelijk oncomfortabel kan zijn oh, soms. Ah, maar ik heb mijn been uitgezweet Ja, ik snap, dat ik snap dat wel. dat wel. Ja. 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 Cool. Dus dat zou ik wel graag, ik zou nog iets, ik moet nog iets doen met lezen, sowieso. Je doet een titel al. Iets met lezen? Nee, je doet een titel doku. al. Tsundoku. Ja. You have your title. Dat zegt het allemaal. Echt, hè? Ja? Oh, ik word voilà. er zot van. Cool. Stuurt de royalties van hem aan titel. <laughs> <laughs> Dan nog claimen ook nog, dat is K. To Bestat er een Japanse woord voor To claim something you didn't know the existence of 10 seconds ago? Bestat dat? <laughs> Waarschijnlijk is dat hoogmoed in het Japans. <laughs> ja, 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 inderdaad. Hè. <laughs> ja, oké, okay, cool. Linde. Ja. Het is cool dat jij hier langs gekomen is. Ik vond het echt uh, geweldig. Ik kijk ook uit naar je uh, naar langer vormwerk over lezen. Ja? Dus ik wil dat ook wel zien. Ik ben, er, ik ben het er volledig mee eens. Ik heb ook. Ik kom altijd mee een aantal boeken naar huis. Ik, ik nog de Fnak van, of nog die zender er waar. En ik heb ook niet de tijd om ze allemaal te lezen. Nee, dat is, kijk, dat is waar, het, waar het fout gaat. Hè. Je hebt eigenlijk heb je wel de tijd. Dat Zwaar. is namelijk de tijd die je verscheidt. Met op andere bullshit. op, 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 op ja. Facebook en op ja, Ik leef op toch Instagram wel redelijk en... veel, want dat moet ik wel zeggen. Want ik heb geen, ik heb geen Instagram en geen Facebook Amai. op mijn smartphone staan. Ik heb dat niet. Ik ben jaloers. Soms ik doe dat denk ik dat ik ermee mee ga en dat, is, en dat is gewoon omdat dat, Ja, ik heb natuurlijk de luxe. Ik heb dan Andries, hè, die houdt dat in de gaten voor mij. Die stuurt dingen om mij van... Hey, deze is gebeurd, en je gaat er een comment op, of heb je gaat hier op, zeg, zo werken Andries, werk kun je bij. er een accountje bij pakken? Anders geef ik dat ook aan Andries. Dan ja, kan man, ik kan er nog wel een account bij pakken. Ik heb, er, ik heb er nog een paar, maar die hebben het gelukkig nog niet gezegd dat ik het <laughs> doe. <Hey>, foto, <laughs> foto's <laughs> posten van mij. Hier een foto van mij met mijn dikke tette. Bedankt, Andries. Leuke, Leuke kopie. Hashtag Tsondoku. <laughs> Alles in de... <laughs> 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 Zo'n doco. We hebben in ieder geval al de titel voor uw longform uh, documentaire waar we heel hard naar kijken. Uh, ook, uh, ja, zowel Linde vlogt als hashtag Linde check dat allemaal uit. Zeer de moeite waard. Um, merci dat je dat doet. Merci dat je gekomen. afgekomen. Het was ja. heel leuk om het eens omgekeerd te doen. Ja, vond ik ook. Amai. En weet je wat? Ik moest eigenlijk al naar het toilet van helemaal... Hoe lang zijn we nu bezig? Uh, we zijn aan... On... Ja, ik moet het even uitrekenen, want er zat natuurlijk een klein beetje inleiding bij, maar het zal toch rond de 2 uur 20 zijn. Kijk, denk ik. zie, ik moest al 2 uur 20 geleden. moest ik eigenlijk al redelijk dringend naar het toilet. Oké. Okay. En ik dacht constant, ja, maar ik ga nu niet gaan, want dan stoppen we met babbelen en het is zo gezellig. <laughs> Dat is een compliment. Dat is een heel groot compliment. Ja, in ieder geval. Uh, ga rustig naar het toilet, dat ja. was het voor ons, dat was het weer al, dit was uiteraard Linde Merkpoel, merci voor langs te komen Andries, ik ben Alex volgende week zijn we er weer terug hebben jullie een nooit we... applaus gekregen? Uh, nee, nog ah, nooit, voilà. nog nooit, ah oh, zie, oh, dankjewel oh, dat is Die hebben we nog nooit niet gehad <laughs> en deze aflevering is opgedragen aan Jeff Jeff, deze is voor jou. Oh, Jeff is een gelukkige man. Godverdomme, uh, je wat je daar nog goed. niet kan zeggen dat hem vermeld is yep. geweest in Welcome <laughs> to the AA. <laughs> goed dus gefixt. In ieder geval, goed gedaan, Jeff. En uh, dat was het voor ons. En volgende week zijn we weer terug when we make Monday great again. <laughs> Amai, ik ga niks zeggen. Als ik thuis kom, die verschiet zich dood. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah-ah. Uh -huh. Ik ben hier alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zend de Naar de feest! op de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.